Goedenavond allemaal. Na een korte pauze nu weer verder. Ben ik aangekomen bij agenda punt 2, de actuele vragenronde. Er heeft op zich tot op dit moment zich niemand gemeld. Ik zit even verkeerd. Nee, herstel. Ik zit even bij de verkeerde agenda te kijken. Ben ik aangekomen bij het vaststellen van de agenda. En daarbij kom ik wel even toe aan punt 4 van de agenda. Dat is de toelichting van de account op de jaarstukken. Die heeft vanmiddag al plaatsgevonden om 4 uur. Dus ik wil voorstellen om dat nu ook te laten vallen. Als u goedkeuring dat kan wegdragen. Uitstekend. Voorzitter, was overigens een hele goede bijeenkomst. Goed dat u dat meldt, meneer Christiaans. Ik heb het gevoel dat u toch een klein wit voetje wilt proberen te halen vanavond. Maar ik kom daar zo op terug. Maar goed, om even door te gaan, mensen, er is ook een van de raadsleden geweest die heeft aangegeven vanavond een korte presentatie te willen geven, een drietal sheets te willen tonen om zijn verhaal wat duidelijker te maken. Mag ik ervan uitgaan dat dat uw goedkeuring kan wegdragen? Ik zie niemand daarop reageren, dus dat is bij deze akkoord. En dan ben ik aangekomen bij punt 3 van de agenda, het spreekrecht. Daar heeft niemand zich tot op heden voor gemeld. Ik kijk nog even rond of dat ook nu het geval is. Dat is ook nu het geval. En dan kunnen wij verder met het meningsvormendeel, punt 5 van de agenda. Dat zijn de jaarstukken en de resultaatbestemming 2016. En ik wil graag alle agendapunten tegelijkertijd, zoals het een goede gewoonte is hier, aan de orde brengen. U bedoelt waarschijnlijk niet alle agendapunten, maar alle onderdelen van de agenda. Alle onderdelen van agenda punt 5, want daar ben ik aangekomen. Dank u wel voor de verheldering, meneer Dogge. Ik kijk even rond wie ik het woord mag geven. Mevrouw Kelder, meneer Rodemond, meneer Gelling, meneer Van der Gampel, meneer Stelpstra en de heer Dogger. Ik zie mevrouw Luiten niet van de ChristenUnie, maar ik mag aannemen dat zij... Ja, goed. Dan heb ik van wie is mevrouw Luiten lid? Ik kan dat niet zo goed zien, meneer Boers, maar misschien kunt u beter op het bordje kijken dan dat ik nee, dat kan. Nee, ik vraag van wie is ze lid? Van wie ze lid is? Van welke fractie? Van de Partij van de Arbeid. Oh, ik zei al net, misschien kunt u dat beter zien dan ik dat kan. U zei wat anders. Zei ik wat anders? Dan ben ik zeer abuis vanavond. Goed. Ik geef de heer Dogger het woord. Oh, dat is nou jammer, voorzitter, want ik dacht, we krijgen eerst de presentatie van de heer Stelpstra. Maar... Ik wil vanavond graag het chique rondje doen der grote van de partijen. Nou, ik wil graag het podium pakken. Dank u wel. Dank u wel. Wij hebben bij de jaarstukken een paar vragen en opmerkingen, ook als een nadere reactie op de beantwoording van de technische vragen, waarvoor onze dank. Het eerste punt wat wij nog even naar voren willen brengen is het ondernemershuis. We hebben het over het jaarverslag pagina 9. In de beantwoording van de technische vragen hebben we gelezen dat er in 2016 24 stageopdrachten zijn uitgevoerd. Dan kun je je afvragen, is dat veel, is dat weinig op een gemeente als Harderberg? Het is een kwantitatieve aanduiding, maar wij zouden graag wat meer van de kwaliteit bij de beantwoording willen zien. En hebben dan ook de volgende vragen. Hoe is de verdeling van die aantallen naar opleidingsniveau? En dan denken we aan mbo en hbo. En eigenlijk de achterliggende vraag die in dit onderwerp meespeelt is van in hoeverre voldoet nu dit ondernemershuis en deze met name dan ook die stageopdrachten, voldoen die dus aan de doelstellingen om hoger opgeleiden te binden aan Harderberg? En tot slot bij dit onderdeel de vraag van samenwerking tussen een ondernemersstartpunt en het ondernemershuis. Die hadden wij ook gesteld, maar daar is geen antwoord op gekomen en wellicht kan het college daar nu nog met een antwoord komen. Het tweede punt waar wij nog even willen aanstippen is het glasvezel in het buitengebied, pagina 48 van het jaarverslag. En uit de beantwoording van de technische vragen maken wij op dat er ongeveer bij 1% van de aansluitingen in het buitengebied, zoals het in de beantwoording staat, vraag en aanbod niet bij elkaar komen. En dan in een volgende zin staat dat een oplossing nog niet voorhanden is, maar dat daar wel over wordt nagedacht. En dan denken wij, als je weet dat nu in juli waarschijnlijk heel glasvezel in elk geval technisch is uitgerold, dan hebben wij dan de volgende vragen. Om hoeveel aansluitingen gaat het dan nu nog, waar dus nog blijkbaar geen afstemming tussen vraag en aanbod is? En kan het college inhoudelijk ingaan waar nu over wordt nagedacht, wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn?
En tot slot, bij het budget 2016 overheveling wordt gevraagd om 190.000 euro over te hevelen naar 2017. En onze vraag is, gelet op het feit dat blijkbaar de aanleg toch al heel ver gevorderd is, waar dat bedrag dan nog voor nodig is in 2017. Een derde punt, investeringen in de openbare ruimte en dan met name de stationsomgeving, pagina 13 van de jaarrekening. Wij lezen dat daar inmiddels 338.000 euro besteed is aan de stationsomgeving. En bij de technische vragen is ook een specificatie van dit bedrag gegeven. Aanvullend, welke besluitvorming, vragen wij ons af, met betrekking tot toekennen van budgetten om deze uitgaven te doen, welke besluitvorming van de raad ligt er aan die uitgaven ten grondslag? En een tweede vraag is, passen deze uitgaven in het totale budget, misschien is het beter te spreken van een raming van dit project? En zo niet, wat moeten we dan met die kosten? En als laatste punt, en dat is naar aanleiding van wat vanmiddag ook besproken is met de accountant. We hebben het gehad over de risico-inventarisatie en de accountant heeft ook aangegeven dat het inderdaad aan de besturen van gemeenten aan de besturen van de gemeenten is om een afweging te maken van welke risico's loop je als gemeente en hoe ga je die risico's kwantificeren, dus ook welk prijskaartje ga je er zeg maar aanhangen. En wij zouden dat graag weer wat geobjectiveerd willen hebben en wij vragen ons af, zou het college bereid zijn om bij een volgende risico-inventarisatie, en ik bedenk dat zeker bij de begroting 2018 komt, om niet alleen de eigen risicoanalyse op te nemen, maar ook vergelijkende cijfers van andere gemeenten. Want wij denken dat in feite iedere gemeente met de risico's die genoemd worden te maken heeft. En dan kun je ook als raad een beetje een objectieve vergelijking maken van, hey, zitten wij nu erg hoog of zitten wij nu erg laag? En wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn? Tot zover onze bijdrage, voorzitter. Voorzitter, mag ik één vraag naar u van de orde stellen? Zeker, heer Gerling. Ik luister meneer Dograan. De laatste vraag lijkt mij zeer relevant voor de behandeling van het jaarverslag en de jaarrekening. Maar meer principieel vraag ik me af of dit nou het moment is om allerlei beleidsmatige vragen te gaan stellen ter zake ondernemershuis en dergelijke. Want een jaarrekening, een jaarverslag is eigenlijk een terugblik op het afgelopen jaar. En in mijn beleving beoordeel je daar met name of dat wat er gebeurd is goed verwoord staat. Dan is het niet zozeer het gremium om nou te gaan vragen hoe het met ondernemershuis bijvoorbeeld aan zich gesteld is en of dat en hoe dat verder gaat. Dat is meer beleidsmatig en het zou mij wel behagen als we niet die hele jaarrekening doorgaan om te kijken of alles wel goed gegaan is. Het moet met name kijken of het goed staat wat er gebeurd is. Voorzitter, als u me toestaat, ik ben het niet met de heer Gerling eens. Want volgens mij is het juist de vraag die hier aan de orde ligt als we een jaarrekening hebben en een jaarverslag hebben. Van wat is er het afgelopen jaar gedaan en is dat in lijn met datgene wat we hebben afgesproken wat we wilden doen. En vandaar ook onze verduidelijkende vragen op deze treinen. Meneer Gerling, ik moet helaas de heer Dogge gelijk geven. Ik vind dat inderdaad, het gaat om een jaarverslag en daar zitten ook beleidsmatige zaken in. Dus ik wil de vraag die de heer Dogge heeft gesteld tolereren in deze raad. Ik wil ook in ieder geval vragen om, net zoals het gaat om technische vragen, niet al te diep op de zaak in te gaan, maar het wel wat op hoofdlijnen te houden. Want dat is volgens mij ook meer in de aard zoals een jaarverslag gelezen moet worden. Kunt u beiden zich daarin vinden? Ik hoor geen commentaar, dus dan gaan we even deze richting op. Dank u wel. Ik ga naar de heer Stelstra. Meneer Stelstra, ik wil graag ook wel van tevoren aangeven, omdat de presentatie is, dat het niet te technisch inhoudelijk moet zijn. Voorzitter, hoe komt u daarbij? Ik had niet anders van u verwacht. Ik ga zo klikken. Voorzitter, gisteravond tijdens de voorbereidingen van deze vergadering hoorde ik het nieuws over het klappen van de formatiebesprekingen. Ik dacht toen even, dat is wel een stuk spannender dan de jaarrekening van onze gemeente. Neemt niet weg dat het een mooi verslag is van het afgelopen jaar met vele activiteiten. En als we daarbij kijken naar het financiële resultaat, dan is de dankbaarheid bij de ChristenUnie-fractie groot. Onze medewerkers, inclusief het college, hebben een goede prestatie geleverd, vele activiteiten uitgevoerd en naar het uitziet de middelen goed beheerd. Daar komt bij dat er geen beperkende verklaring van de accountant bij zit ten aanzien van de Europese aanbestedingen. Wat het nieuws nog aangenamer maakte. En daarvoor ook onze complimenten. Een belangrijk punt voor de ChristenUnie is de schuldquote. Hoeveel schulden wij hebben. En deze is ten opzichte van de begroting een aantal maanden geleden flink gedaald. En dat heeft ermee te maken dat we in de begroting alle kredieten hebben meegenomen. En nu bij de jaarrekening zien we
dat we niet alles hebben gebruikt. En daar zijn we blij om. Desondanks willen we nog steeds aandringen op het verkleinen van onze schuldpositie. Dan de accountantsverklaring. Het is jammer dat deze nog niet definitief is, maar wij snappen de achtergrond. Niet alle afrekeningen binnen het sociaal domein zijn bekend. Maar wij hebben al wel een voorlopige verklaring gehad. En we zijn erg benieuwd wanneer het college daar inhoudelijk op gaat reageren. En we willen ook verzoeken het college voor de volgende vergadering daar een reactie op te geven. En op advies van de accountant, vond ik wel een heel aardig punt, zijn wij ook benieuwd naar het tijdstip van het weten van een aantal aanzienlijke budgetafwijkingen. Dus per wanneer is bekend wanneer bepaalde afwijkingen zijn gemaakt. Om zo ook de voorspelbaarheid van de begroting te kunnen vergroten. Voorzitter, onder de vraagstelling is de zomer aangebroken, willen wij u en onze collega-raadsleden en onze inwoners meenemen in onze visie op het resultaat. En daarvoor laat ik even een aantal getalletjes op het grote scherm zien. Dan moet hij het wel doen. Net deed hij het nog. Zal ik even naar voren lopen. Ik weet niet of de klikker het doet, heer Stelsel. Wilt u daar blijven staan of wilt u terug naar uw plaats? Ik wil het ook voor u doen als het... Hij doet het. Ja. Voorzitter, wij hebben een resultaat van 5,8 miljoen. Ik rond even af de bedragen. Een hartstikke mooi resultaat. Daarvan is in onze optiek 2 miljoen niet beïnvloedbaar geweest. Dat zijn namelijk de uitkering uit het gemeentefonds en een eenmalige uitkering op basis van de Nexus aandelen. Dus dat noemen wij een meevaller. Daarnaast gaan wij 2,4 miljoen doorschuiven naar volgend jaar. Dat zijn budgetten die zijn niet besteed. Dat houdt over, dan houden we nog over een bedrag van, daar is die, 1,7 of bijna 1,5 miljoen. En daarvan zeggen wij, dit is het resultaat van het college. Een ombuiging van min 1,5 miljoen naar plus 1,5 miljoen. En daar zijn we dankbaar voor. Het is een mooi resultaat. En valt binnen onze optiek, binnen de bandbreedte van de voorspelbaarheid van de begroting. Daarnaast hebben we het eigen vermogen. Die zit nu op bijna 28 miljoen. Daar komt een bedrag bij, zo'n 3,5 miljoen. U ziet dat. Dat is ons resultaat, min het doorschuiven. En dat kan je interpreteren als een soort van winst. Ook hebben wij gezegd bij de begroting, wij gaan als resultaatsbestemming 500.000 toekennen aan een duurzaamheidsfonds. Dus ik tel dat erbij op en ik trek die duurzaamheidsfonds ervan af. Dan komen we tot een nieuw eigen vermogen of een weerstandsvermogen van bijna 31 miljoen. Een prachtig resultaat. Dan wil ik u even meenemen naar de risico's. Zoals beschreven in het jaarverslag. We hebben dan de risico van de GREX. Die is 7,4 miljoen. Maar zegt het college, daar kunnen wij 3,4 miljoen aan toekomstige winsten al van aftrekken. Dan hebben wij de transities. Daarvan hebben wij gezegd, laten we in ons weerstandsvermogen daar 4,5 miljoen voor opnemen. Maar nu zegt het college, daar kunnen wij 2,5 miljoen van afhalen. Dan hebben we nog een risicoreserve voor het gemeentefonds. Die krijgt een kleine plus. Dan hebben we nog een risicoreserve voor de rentekosten, voor de inflatie. En als laatste voor onze bedrijfsvoering van 4,5 miljoen. Het zal u niks verbazen, maar wij als ChristenUnie willen onze vraagtekens zetten achter de minbedragen. Dus de winsten van de GREX en de korting op de transities. Wij zijn er niet van overtuigd dat die risico's dermate zijn afgenomen dat zich die korting rechtvaardigt. Dus volgens de ChristenUnie, voorzitter, hebben wij een aantal grote risico's. De GREX, sociaal domein, gemeentefonds, rente en prijzen, project en beleid. Maar ook nog bijvoorbeeld onze borgstellingen, wat een aanzienlijk bedrag is. En dat maakt binnen onze optiek, met de kennis van vandaag, dat wij vinden dat het 23 miljoen zou moeten zijn. Voorzitter, als we dan het eigen vermogen delen door ons weerstandsvermogen, dan komen wij uit op een weerstandsratio van 1,3.
Voorzitter, wij willen hiermee u meenemen in de vraag, is de zomer aangebroken? Als wij kijken naar de cijfers, dan zien wij mooi weer opkomst. Maar wij willen iedereen toch wel aanmoedigen om enige terughoudendheid te betrachten op basis van deze cijfers. Voorzitter, het grootste woord voor ons is dankbaarheid. Dankbaarheid voor de ambtenaren, dankbaarheid voor het college en ook onze collega raadsleden. Dank u wel. Voorzitter, mag ik de heer Stelpstra misschien een vraag stellen? Voorzitter, ik daarna misschien ook een. Zeker. Ik ga eerst naar de heer Dogge, alvorens ik de heer Stelpstra bedank voor zijn bijdrage. Meneer Dogge. Ik heb eigenlijk een hele korte vraag. Zijn wij hier politieke partijen of zijn we hier bankje aan het spelen? Ja, goed, in mijn optiek zijn wij politieke partijen. U gaf het net ook al aan dat als we het hebben over de risico's, dan kan je daar een eigen afweging in maken. Nou, u heeft het net op het scherm kunnen zien. Wij wegen een aantal zaken anders dan u. Wij zijn daarin denk ik een stuk behoudener. Dus ja, uw vraag is wellicht ergens, zou mij moeten leiden om mij in een bepaalde positie te drukken, maar ik denk dat het duidelijk is. Nee, ik wil u nergens naartoe drukken. U zelf weg welke u op wilt. Alleen ik vraag me af of je als publiek orgaan, er zittend voor de burgers, bankje moet gaan spelen door zoveel eigen vermogen aan te willen houden, want dat is een beetje de teneur die ik proef in het verhaal van de ChristenUnie. Maar goed, dat is een discussie die we misschien inhoudelijk moeten voeren van welke beleidsruimte zie je of welke zie je niet. Maar het komt een beetje over dat hier wel erg boekhoudkundig en erg bankair wordt gerekend. Meneer Stelpstra? Ja, goed, het is enige stemmingmakerij, vind ik, dergelijke uitspraken. Maar goed, dat is voor eigen rekening. Ik vond het op zich wel interessant, het punt wat u net aanbracht, om eens te gaan kijken van, hey, hoe hebben andere gemeentes dat? Maar ik zou ook willen vragen of de accountant voor de komende periode ook wat extra aandacht zou willen besteden aan de analyse van ons risicoprofiel. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik ben zelf wat nieuwsgierig naar het volgende. De heer Stelpstra noemt een aantal risico's vanuit de jaarrekening. Die herken ik op zich. Alleen ben je nooit uitputtend in het opnoemen van risico's. Om maar wat te noemen vanuit mijn eigen vakgebied. Stel je voor dat ons een grote ramp overkomt. Waar we geen geld uit het Rijk van terugkrijgen omdat het Rijk anders oordeelt bijvoorbeeld. Ja, dan heb je ook weer een paar miljoen in de min staan. Even als voorbeeld, hè. Uw behoudendheid die u koppelt aan die risico's, die kunnen wat mij betreft ook weer leiden tot het vergroten van die risico's wat dat betreft. Dus zou je ook andersom kunnen redeneren van nou laten we niet te voorzichtig zijn. En laten we juist gaan kijken met het geld wat we nu hebben of we extra investeringen kunnen doen om die risico's enigszins terug te dringen. En graag uw reactie daarop. Ja, het is een hele aardige vraag, maar ik kan de vraag niet zo goed duiden. Kijk, u zegt we moeten investeren. Dus u zou zeggen, nou laten we nog meer grond gaan aankopen. Want dan hebben we minder risico's voor het grondbedrijf. Dus ja, die gedachtenlijn volg ik niet. Ik kan wel ergens begrijpen dat u zegt bijvoorbeeld voor het sociaal domein. Hè, laten we daar meer in investeren, zodat we daar minder risico op lopen. Maar het moeilijke met het sociaal domein is dat het een open einde regeling is. Dus de rekening zullen wij per definitie moeten gaan betalen. Dus ook op dat punt kan ik hem niet helemaal volgen. Voorzitter, zal ik dan nog even een duiding erbij doen, als u mij dat toestaat? Gaat uw gang, dank u wel. Ik luister. Ja, mijn voorstel ging niet over het per onderwerp bekijken van waar kunnen we investeren, omdat daar de risico's zitten. Het is een meer integrale blik op de jaarrekening en het jaarverslag. We houden nu geld over, zo oogt het in ieder geval. Hè. U oordeelt iets anders, maar goed. Dan zou je kunnen zeggen, met dat geld wat we hebben, over hebben, zouden we bijvoorbeeld nieuwe wegen kunnen inslaan op het gebied van, ik noem maar wat, duurzaamheid, innovatie, het aanzwengelen van de economie in zijn algemeenheid, om daarmee in de breedte dus onze risico's wat beter te kunnen dekken. Dat is mijn bedoeling. Ja, voorzitter, als er geld beschikbaar is, dan wil de ChristenUnie altijd investeren in onze maatschappij. Voorzitter, mag ik meneer Stelpstra ook een vraag stellen? Ja, ik hoor de heer Van der Wel en daarna mevrouw Luiten. U geeft in uw presentatie aan dat uw fractie wat vragen heeft bij die minbedragen.
die het college voorstelt. Welke risico's ziet u dan? Waarom stelt u die minbedragen ter discussie? Nou, als we bijvoorbeeld kijken naar het sociaal domein, daarvan wordt gezegd we hebben een aantal beheersmaatregelen genomen. Daarom mag er 2,5 miljoen van het risico afgetrokken worden. We zien ook dat binnen het sociaal domein er een resultaat is van ongeveer 2,4 miljoen. Dat is bijna ongeveer de korting van volgend jaar. Dus je houdt nu geld over, maar volgend jaar strijk je het glad. En wij zien, als we dan even kijken naar bijvoorbeeld de jeugdzorg, waar flinke tekorten op zijn, zien wij daar nog wel risico's in. Dus wij vinden het nu niet de tijd om te zeggen wij gaan het risicoprofiel verlagen. Als wij de transities goed hebben voltooid, dan denk ik, dan is het moment om te zeggen met elkaar, laten wij dit risicoprofiel gaan aanpassen. Maar wij vinden ook de onderbouwing daarvan in het jaarverslag enigszins mager. Anderzijds is de Grex, dat is een andere minbedrag. Als de hele markt instort, dan vraag ik me af hoe je nog winsten gaat maken op de Grex. Mevrouw Luijten. Meneer Stelpstra, u heeft me wel eens verweten dat ik niet zo technisch in deze discussie zit. En dat klopt. Dus even in gewone mensentaal vat ik uw pleidooi eigenlijk op. In die zin dat u zegt, we moeten wat meer sparen voor als het een keer tegen zit ergens. Ja, dat is, voorzitter, ik wil toch bezwaar maken hiertegen. Want dat is niet het geval. Wat ik zeg is, wij hebben nu een x-bedrag op de bank staan. Wij zien een aantal risico's. Als je naar het jaarverslag kijkt, dan staat er, wij hebben een ratio van 1,8. Dat kan leiden tot de gedachte, wij hebben een ruime pot, daar kunnen we uit gaan uitgeven. En wij willen zeggen, wees daar terughoudend in. Dat is eigenlijk wel. Ja, dan maak ik mijn zin af. Voor de gewone burger betekent het, je moet een appeltje voor de dorst hebben als het een keer tegen zit. U kunt het wel proberen te runnen als een bedrijf, maar dat geld wat bij ons op die spaarrekening staat, dat is belastinggeld. En daar hebben mensen betaald en die betalen dat aan de staat en aan de gemeente, omdat ze daar goede zorg voor willen hebben, bijvoorbeeld, en wegen en nog een aantal van dat soort zaken. Dus hoe meer wij daarvan op de spaarrekening laten staan, hoe minder dat geld eigenlijk besteed wordt waar het voor bedoeld is, naar mijn idee. Ja, voorzitter, ik ga eerst de heer Stelpstra gelegenheid geven om te beantwoorden en dan is de heer Gelling aan de beurt en daarna geef ik u het woord. Ja, mevrouw Luijten, het is niet de bedoeling om dit tot het einde van dagen te verzamelen als een appeltje voor de dorst. Maar op basis van de risico's die beschreven zijn, vinden wij het verstandig, met de kennis van nu, op dit moment, om dit nog even achter de hand te houden. Is het zo dat de risico's kleiner worden, met name voor het grondbedrijf of binnen het sociaal domein, dan hebben we het niet nodig en dan kunnen we het investeren. Maar het is voor ons wel verstandig om dat nu, op dit moment, nog even achter te houden. Meneer Gelling. Ja, voorzitter. Allereerst complimenten aan meneer Stelpstra, want die geeft het begrip oriënterende ronde wel een heel andere kleur. Door hier een college te geven waar wij natuurlijk louter gevoelens van volstrekte verliefdheid aan kunnen ontlenen, voorzitter. Want al 3 jaar lang proberen wij hier iets van enige kennis bij te brengen over schuldquote en over risico, voorspelbaarheid van de begroting en andere zaken. En kijk met mij wat glazig aan. Dus had u maar eerder, meneer Stelpstra, toegestaan zijn laptop mee te nemen. Want het doek valt nu voor alle zaken. En even terugkomend, voor ik nog even verder ga, meneer Stelpstra, op mevrouw Luijten. Want spaarrekening is toch echt iets wat u hier nooit in de mond moet nemen. Want de gemeente Hardenberg heeft geen spaarrekening. Een spaarrekening is een rekening waar geld op staat. En waar u ook kijkt, in deze hele gemeente, vindt u nergens een rekening waar geld op staat. Uw spaarrekening zit in allerlei reserves die opgebouwd zijn. Om midden van, ik zeg het nog een keer, ik heb geen laptop, het activeren van riool en andere onbelangrijke dingen. Dat is uw spaarrekening en daar kunt u niets mee. Dus meneer Stelpstra heeft namelijk volstrekt gelijk als hij zegt dat risico's goed ingekaderd moeten worden. Dat de schuldquote naar beneden moet, daar waren we het lang over eens. Maar dat het ook gebeurt is natuurlijk fantastisch. Er blijft eigenlijk maar 1 ding over in het verhaal, nogmaals adhesie daarvoor. En dat blijft toch wel die voorspelbaarheid van de begroting. Want dat is een zaak waar je ruimte in zou kunnen creëren voor het doen van investeringen. En dat is iets anders, meneer Dogger, dan het geld over de balk gooien wat u de afgelopen 15 jaar gedaan heeft. Dat is iets heel anders. Je moet investeren op momenten dat je dat kan.
En dat vraagt een verstandig besluit en daarvoor is ruimte in een begroting essentieel. En dat is wat meneer Stelfs net heeft aangegeven. Als die ruimte er is, dan kun je hem nemen. En wat u hebt gedaan is toekomstige winsten en toekomstige baten van alle zaken die u ooit nog een keer wilde verkopen alvast vast te nemen op de jaarrekening. Het spaarpotje van Verluijten, bent u weer samen. U hebt zich daarin gevonden. Maar voorzitter, wat zijn wij blij dat wij ons eindelijk bij meneer Stelfs zijn kunnen aansluiten. Want dit is nou muziek in onze oren. En op de vraag, is de zomer aangebroken, is het nog niet zozeer in de cijfers, maar wel vanwege de mentaliteit. Daar breekt de zomer zeker aan. Ja, voorzitter, ik heb toch behoefte om even kort te reageren op de woorden van de heer Gelling. Dat mag zo. Al voorzitter, de heer Gelling wil bedanken voor de steun richting de heer Stelpstra. En wellicht had u zelf eerder ook een presentatie moeten geven, de heer Gelling. Maar goed, in ieder geval, meneer Breukeman. Ja, uw dankzegging aan de heer Gelling, laat ik maar voor wat het is. Heer Gelling neemt grote woorden in de mond over geld dat uitgegeven zou zijn door de fracties van het CDA. Ik kan u wel vertellen dat als ik alle investeringen in de afgelopen 15 jaar van de VVD optel, op een aanzienlijk hoger bedrag dan 30 miljoen uitkomen, heer Gelling. Dus misschien moet ik daar ook een keer over hebben. En voor de rest zitten wij vooral te denken aan lastenverlichting. En dat zou u toch zeker moeten aanspreken. Voorzitter, mag ik daar reageren? Jazeker, meneer Gelling. Want de vreugde onzijds neemt nu werkelijk ongekende vorm aan. Want naast een bewustwording ter zake schuldquote enzovoort, hoor ik nu ook nog iets van lastenvermindering aan de overkant. Meneer voorzitter, ik denk dat ik even verliefd voor me uit ga zitten staren hier, want meer hebben wij niet te vertellen. Maar dank meneer Breukeman voor deze mooie woorden. Ja, dat u alles rekent in en laat ik ook voor uw rekening trouwens, voorzitter. Goed, mevrouw Van Hoek, ik kom bij u, maar ik kijk dan eerst even naar de heer Stelstra of hij nog wil reageren. Ik dacht dat u misschien eerst naar mij zou kijken, maar... Ik vraag even netjes aan de heer Stelstra of hij wil reageren op wat de heer Gelling heeft gezegd, want volgens mij was de reactie van de heer Gelling op de bijdrage van de heer Stelstra. Dus volgens mij even kort het woord aan de heer Stelstra. Als hij daar behoefte aan heeft, mocht het niet het geval zijn, dan gaan we naar de heer Dogger. Ik dank hem voor zijn woorden. Ik had meneer Dogger al het woord gegeven, mevrouw Van Hoek, en na meneer Dogger bent u aan het woord. Meneer Dogger. Dank u wel, voorzitter. Ik wou mevrouw Luiten even een compliment maken voor de wijze waarop zij het verwoorden wat wij in feite ook naar voren brachten, met andere woorden en in hele begrijpelijke taal. En als reactie op de reactie die de heer Stelpster daarop gaf, dat hij insinueerde, want anders kan ik het niet noemen, dat hier partijen zijn die alweer geld uit willen geven. Volgens mij is daar nog met geen woord over gerept. Het enige wat ik vanavond gezien heb, is dat hij in zijn opstelling al een uitgave wil gaan doen voor 500.000 euro voor het duurzaamheidsfonds. En dus als er al iemand dat uitgeven is, dan is hij dat. Behalve die idyllen die ik aan die kant van de zaal zag ontstaan, dan bloeien hier van alle kanten mooie dingen op. Maar u neemt de woorden uit de mond. Dank u wel. Mevrouw Van den Hoek. Nou, ik wilde eigenlijk alleen zeggen dat het ontzettend fijn is om als niet-techneut te kijken en dit verhaal zo kristalhelder te zien. En dat het een verademing is als inwoner om te zien dat wat we hebben, waar we risico's in lopen en dat we na moeten denken dat we dat veiligstellen en niet zomaar uitgeven. Wanneer we het nodig hebben, moeten we het gewoon kunnen inzetten. Dus mijn dank aan de heer Stelpstra in aansluiting op de heer Gelling. Goed. Ik kijk even rond. Volgens mij is dit voldoende uitgewisseld over de bijdrage van de heer Stelpstra. Dan ga ik naar de heer Van der Gampel. Dank u wel, voorzitter. Over het onderdeel mantelzorg hebben wij een technische vraag gesteld op bladzijde 67 van het jaarverslag. Dank voor de beantwoording, maar aanvullend nog enkele vragen aan de portefeuillehouder. Wilt u de raad nog liefst voor de zomervakantie middels een raadsbrief mantelzorg informeren over de actuele stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het mantelzorgbeleid, inclusief de uitkomsten van het mantelzorgonderzoek en de keuzemogelijkheden met betrekking tot het mantelzorgcompliment. En daarin de beantwoording lezen we ook dat u voornemens bent om aanpassingen in beleid en uitvoering door te voeren. En hoe denkt u de participatieraad bij de vormgeving van het beleid te betrekken? Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Gampel. Dan ga ik naar de heer Gelling voor uw bijdrage. Ik dacht al net mijn bijdrage grotendeels gedaan te hebben, vandaar mijn pepermuntje in de mond. Een paar dingen, voorzitter. Wij zijn als fractie heel vaak kritisch geweest ter zake de financiële huishouding. En daarom toch wel lof voor de zaak wat hier ligt. Het was geen vraag, maar een opmerking. Je mag wel gemaakt worden als je altijd vervelend doet. Mag je ook wel eens positief zijn. Blijft wel, wat ik net al aangaf, heel belangrijk
De accountant zei net ook al dat er best wel wat momenten zijn waarop je de voorspelbaarheid en de grip op de cijfers kan verbeteren. Het zal ons een lieve deugd zijn als daar toch nog wat extra aandacht naar zou uit kunnen gaan. Maar verder, ja, zelfs de Greks, ook daar hebben wij ons vaak kritisch over uitgelaten, maar ziet er ook eigenlijk prima uit, veel verkocht. We gaan er binnenkort nog over verder. Maar ja, wat ons betreft, voorzitter Lof, ziet er uitstekend uit voor zover het deze jaarrekening betreft en het jaarverslag. En we zijn heel blij dat het kwartje nu de goede kant op valt. Het is wel eens de andere kant op gegaan, maar de resultaten zijn prima, dus verder geen opmerkingen. Dank u wel, meneer Gilling. Ik ga naar mevrouw Luiten. Ja, zoals ik net al zei, ben ik toch bang dat ik in die fantastische idylle hier aan de linkerkant van mij toch wat roet in het eten ga gooien. En overigens vrees ik ook, meneer Dogger, apoyulist, lastenverlichtingsidealen. Want ook wij hebben natuurlijk al die fantastische positieve persberichten en jaarverslagen gelezen. 5,8 miljoen positief resultaat, miljoenen investeren in de gebouwen, juichende verhalen over hoe ontzettend ondernemerssympathiek wij zijn. Met de foto's met de Sociaal-Economische Raad. Stijgende reserves bij de BOH, het afboeken van de grondexploitatie voor bijna 3 miljoen, fantastisch. Echt superlatieve schieten tekort. Wat niet iedereen zich misschien lijkt te realiseren, dat in ieder geval 2,5 miljoen van dat geld afkomstig is. Geld wat eigenlijk voor het sociaal domein voor de zorg was bedoeld. Nou zou dat helemaal niet erg zijn als het met de zorg in deze gemeente en het sociaal domein fantastisch was gesteld. Als wij hier, als hier geen armoede meer in Hardenberg was, als er geen vervuilende ouderen meer in vervelende huizen wonen, als er geen kinderen meer zonder eten naar school gaan en als er bijvoorbeeld goede voorzieningen zijn op het gebied van beschermd wonen en mantelzorg, om maar een paar zaken te noemen. Als dat zo was, dan zal ik u vertellen, dan ging bij ons ook de vlag uit. Maar op de een of andere manier twijfelen wij daar toch een beetje aan of dat nou wel zo is. We kunnen ons dat hier allemaal vertellen en ook in de krant laten zetten. Maar wij hebben nog niet het idee dat het hier zo perfect geregeld is op die terreinen. Dus om daar helderheid over te krijgen, om onze vinger erachter te krijgen, hebben wij vorig jaar ons hard gemaakt samen met de VVD voor het instellen van een ombudsfunctie. Met het idee, oké, laten we dan een vangnet maken. Als er dan ergens iets fout gaat, dan horen we dat van een onafhankelijke bron. Goed, we zijn een jaar verder. Die komt eraan. Maar die is er nog niet en nu krijg ik weer eenzelfde juichend verhaal. Dus we gooien het dit jaar maar eens over een andere boeg, hadden we bedacht. Ik heb eigenlijk een hele simpele vraag aan het college. Kunt u ons als PvdA-fractie verzekeren dat de zorg en het sociaal domein in Hardenberg zo goed op orde zijn dat daar verder helemaal geen noden meer zijn? Dank u wel, mevrouw Luiten. Dan ga ik naar de bijdrage van mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben allemaal bijna lovende woorden over dit jaarverslag, over de jaarrekening. Maar we missen eigenlijk even in het jaarverslag een overzicht van het parkeren. We hebben daar al eens naar gevraagd. We hebben een kort antwoord daarvoor gekregen. We hebben gevraagd om verdere uitbreiding daarvan, maar dat is niet gebeurd. Dus bij deze wou ik toch graag weten hoe het zit. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik kan mevrouw Luiten geruststellen. Ook onze fractie heeft gezien dat er zo'n 2,5 miljoen over is gebleven wat betreft huishoudelijke hulp in het sociaal domein. En daar hadden wij dezelfde vraag eigenlijk over. We zien een onderuitnutting en is die onderuitnutting daadwerkelijk te verdedigen? Of is dat meer een financiële kwestie geweest, waardoor we nu wat te weinig zorg aanbieden in deze gemeente? Graag daarop een reactie van de wethouder. Wat betreft de jaarrekening had ik eigenlijk dezelfde vragen als de heer Gelling. Dus die sla ik over en sluit mij aan bij de opmerkingen van de VVD daarin. Jaarverslag had ik wel een aantal inhoudelijke vragen over, dus excuses alvast aan de heer Gelling. Ik zie een aantal zaken opgezond binnen het jaarverslag, zoals transformatiefonds, ondernemershuis en de stimuleringsregeling voor beginnende bedrijven. Waarbij wij ons afvragen, wat is hierin precies de rol, ook de financiële rol van de gemeente en wat is het beoogde effect hiervan?
En eigenlijk geldt deze vraag ook voor het een investeringsfonds, het herprogrammeren van bedrijventerreinen en de stimulering van streekproducten. We zien mooie ambities, kort gezegd, maar we zien niet helemaal wat het beoogde doel daarvan is en hoe de gemeente daarin participeert. Met betrekking tot de thema's wonen en werken zien wij wel hier en daar wat initiatieven aangaande duurzaamheid en innovatie, maar nog niet helemaal integraal verwerkt, zeg maar, in die programma's. En daar hebben we wel meermalen op aangedrongen. En we zien helaas nog niet in dit jaarverslag althans dat goed terug. Tweetal concrete vragen nog. Eén komt voort uit de beantwoording van de technische vragen. Wij hadden een vraag gesteld: hoe is het met het onderzoek naar energieopwekkende geluidsschermen langs de N34? Dat is afgerond, stond er in het jaarverslag. In de technische beantwoording lees ik in ieder geval terug dat het half is afgerond. Er zijn heel veel beginnende initiatieven die we nader moeten onderzoeken. En daar komen we nog op terug, stond er geschreven in de beantwoording in de zomer van afgelopen jaar. Ik heb daar verder nog niet zoveel van gehoord, dus graag ook een reactie van de wethouder op de stand van zaken hieromtrent. En tot slot, voorzitter, een vraag over de permanente bewoning van recreatiewoningen aangaande het thema wonen. Dit jaar is in de Statenfractie van Overijssel een motie aangenomen waarin de gemeenten wat meer beleidsvrijheid krijgen. En wij willen graag kijken of dit ook tot de mogelijkheden in Hardenberg behoort. Ook al past het misschien niet in het jaarverslag, in het thema wonen zien we dit graag terug. In ieder geval voor de komende periode. Tot zover. Dank u wel, meneer Rodemond. Ik ga naar mevrouw Van Hoek. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben dit jaarverslag over 2016 gelezen. We zijn blij dat de beoogde bezuinigingen behaald zijn. Dat we dat op een behoedzame manier hebben gedaan, zoals het collegeapport in de eerste instantie ook is vastgelegd 3 jaar geleden. Wij zien het helemaal niet zo pessimistisch in. Wij denken juist, en met name ook door wat meneer Stelpstra zo mooi op een andere manier heeft gebracht, laat zien dat het open einde regeling die we hebben in het sociaal domein en het risico van 2,5 miljoen voldoende dekking zou moeten bieden om de onrust van de Partij van de Arbeid enigszins te dempen. Oftewel, iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft, want dat hebben we met elkaar hier afgesproken. Voor de rest zag het er prachtig uit. Het is mooi om een jaarverslag te hebben van het jaar wat achter ons ligt, waarin we zeggen dat we de juiste dingen hebben gedaan en hebben bezuinigd. En wij zijn vooral benieuwd wat we straks in juni gaan doen in de kaderstellingen met de ruimte die we daarin hebben. En alvast voor te sorteren op de wensen die we hebben naar de begroting. Dank. Dank u wel. Dan wil ik nu graag, als de portefeuillehouder tenminste zover is, hem het woord geven. En dat is hij. En dan doet hij het ook. Ik dank de raad voor de goede opmerkingen die gemaakt zijn over jaarrekening en jaarverslag. Ik leid daaruit een beetje af dat het ons gelukt is om een redelijk duidelijk verhaal neer te leggen. Ik leid het ook af uit uw oriënterende ronde. U bent, ik zou bijna zeggen, meer met elkaar bezig geweest om te kijken waar politieke dingen liggen dan ons allerlei verduidelijkende vragen te stellen. En dat is nou precies wat we graag met die jaarrekening en het jaarverslag willen doen. Proberen een zo helder mogelijk verhaal neer te leggen, zodat we het over hoofdlijnen kunnen hebben. En dan helpt het natuurlijk wel als de economie weer een beetje meezit en als er ook weer wat gebeurt. Dat heeft direct invloed ook op je cijfers. Een van de dingen die echt speelde, laat ik die dan maar even eerst pakken voordat ik naar wat specifieke vragen toe ga, is, laat ik maar zeggen van, nou, er is een accountantverklaring geweest en heel veel bladzijden tekst, maar komt eigenlijk op 3 dingen neer. Kijk nog eens even heel goed naar je aanbesteding, kijk nog eens even naar je grex en let even op je 3D, wat jullie zelf gedaan hebben. Dat klopt, daar kunnen we een dikke krul achter zetten. Goed gecontroleerd, er is niks aan de hand. Maar er moet vanuit de regio nog het een en ander komen. En dat weten we pas in juni. Dus het definitieve verhaal kunnen we daarover nog niet maken. Nou, dat is prima. Dat wisten we van tevoren. Wij kunnen best nog wel even zwart op wit zetten wat wij ervan vinden. Maar ik durf hem zo ook wel te zeggen. Wij kunnen prima leven met het verhaal van de accountant. Als hij zegt dat dit onze 3 grootste problemen zijn. En hij zegt
de vorige keer stevige opmerkingen over de jaren, over de aanbesteding. En toen al het verhaal van u gaat volgend jaar ook nog geen goedkeurende verklaring krijgen. En het is ons met heel hard werken gelukt. En eerlijk gezegd ben ik daar heel erg blij om. Gelukt om vooralsnog, naar het lijkt, een goedkeurende verklaring op dit punt te krijgen. En ik weet best dat u nog even naar de regio moet kijken. Als daar een aantal dingen misgaan, meer dan 2 ton, dat we net buiten de marge vallen. Dan ben ik daar blij om. En als je zegt, er liggen nog 8 dossiers, hebben we tegen hem gezegd, we willen nog 1 ding van u weten. Zijn er 8 nieuwe dossiers? Of niet? Dat stond er eerst niet in. Daar zijn we debat aan gegaan. En daar heeft hij uitgelegd, ja, er zijn 6 oude dossiers en er zijn 2 nieuwe dossiers. Met andere woorden, er is duidelijk een stuk verbetering. En als hij dan vervolgens zegt, ja, maar je moet nog wel even goed naar dit, dat en nog een paar andere dingen kijken rond de aanbesteding en zeggen, ja, dat klopt. Wij moeten natuurlijk dat proces bewaken. We hebben aan de voorkant nu een aantal dingen gedaan. Maar we zullen dat proces moeten blijven bewaken om ook te zorgen dat we ook bij de voorduur en ook als dingen weer vernieuwd moeten worden, niet weer dezelfde fouten gaan maken enzovoort. En dat we dan kennis ook laag in de organisatie moeten brengen. Ik geloof het allemaal. En als ik accountant was, zou ik die opmerkingen waarschijnlijk ook gemaakt. Dus hier zijn we, een lerende organisatie. Zijn we daar al? Nee, maar daar gaan we mee verder. Dat is het eerste punt. Die van de Greks. Nou, die laatste afwaardering van 1,1 miljoen had van ons niet gehoeven. En dat kan collega Douwe Prins waarschijnlijk beter nog uitleggen dan ik. Maar daar heeft zij een redelijk, en daar hebt u vanmiddag met hem over gehad, een redelijk, is hij redelijk van de preciezen, laat ik het zo zeggen. En heeft hij gezegd, ik vind eigenlijk dat je het zo moet doen, want dan neem je de binnenbocht, neem je de allerveiligste weg. Dat hebben we gedaan, geen moeite mee, want in wezen, als je nu de afwaardering doet, en wij hebben gewoon gelijk, als dat zo is, dan gaan we hem straks weer toevoegen en dan gaan we dan winst maken. Dus wat je nu afboekt, krijg je straks als winst weer. Dus hoogstens kosten daar een beetje VVB-belasting. Maar goed, dat zij dan zo. En als wij niet gelijk hebben, dan hebben we hem in ieder geval al afgeboekt. Veel risico lopen we daar niet. En hij zegt ook, hij zei letterlijk, ik ken wel gemeenten die er slechter voor staan. Wij hebben ons risicoprofiel ook naar beneden gebracht. Dat geeft de accountant aan. Ik ben daar blij om. Blijven best nog wel een paar risico's. Als we morgen in een zware crisis vallen, ja, inderdaad, dan wordt die lastig. Gaat het goed, dan... we staan in Overijssel, als je 15 jaar terugkijkt, een beetje aan de top van de verkoop. Maar in 2016 stonden we ook aan de top. Dus zo slecht is het niet gegaan. En dan blijft de 3D. Ik snap die discussie heel goed. Over van hoe gaat dat nou precies en hoe doe je dat nu? Kijk, toen wij begonnen, toen hebben wij een algemene reserve zo gedaan. Van nou, laat maar 10% pakken van wat er ongeveer is. 44, 46 miljoen, 4,6. Dat moet er dan maar zijn. Want we hebben geen idee. We krijgen het over de schutting. We krijgen het met kortingen over de schutting. En hoe wordt het? En langzamerhand zien we op WMO een klein beetje hoe het moet gaan lopen. En we hebben, zeg ik naar de Partij van de Arbeid, geconstateerd dat het met de huishoudelijke hulp niet goed liep. En we hebben gezegd, we durven daar nog zo'n, hoeveel was het, 4,5 ton op jaarbasis structureel extra aangaan. Daar hebt u net besluitvorming over gehad. Dus die komt er gewoon bij, omdat we vonden dat we daar niet goed deden. En we ook de ruimte hadden om daar nog iets te doen. Nou, participatie, redelijk in beeld. We weten dat er nog een aantal risico's aankomen. Specifiek met mensen die toch met wat beperkingen op de arbeidsmarkt zijn. En dat we daar verantwoordelijkheden voor hebben. En dat we eigenlijk nog te weinig geld hebben om ook aan te jagen dat mensen aan het werk gaan. Maar de economie trekt aan, de vraag wordt groter en we zijn niet meer bezig. We hebben nu een meevaller gemeld op de bijstand van uit mijn hoofd 7 of 9 ton. Omdat we zeiden, het is minder gestegen dan we dachten. Even helder, minder gestegen dan we dachten. Dus we willen hem naar beneden hebben, dat doet hij nog niet. Jeugd, dat blijft nog de lastigste. Dat wisten we ook van tevoren dat het lastigste zou zijn, omdat de Rijk ons de data niet kon geven. En we proberen dus nu te zeggen, nou, het algemeen, het risico kan ietsje naar beneden, het profiel kan ietsje naar beneden. Is dat knoeterhard? Nee, dat is ook niet knoeterhard. Maar het is niet meer het natte vingerwerk waar we mee begonnen zijn. Dus daarom durven we het. Meneer Roderman, u heeft een verduidelijkende vraag. Voorzitter, dank u wel. Het gaat even over uw opmerkingen rondom de WMO en over het geld wat is overgebleven. Ik heb inderdaad ook een paar weken terug horen zeggen
dat op een of andere, ja, tussen haakjes als het ware gerepareerd gaat worden, omdat er zuinigjes werd aangeboden in het beginsel, omdat we ook niet precies wisten wat de vraag zou worden, et cetera. Waarom staat zoiets dan niet gewoon klip en klaar in zo'n jaarverslag? Ik wil u heus wel roemen om de helderheid van het jaarverslag, en dat doe ik ook bij deze. Maar dit stukje staat er dan net weer niet in. Hè? Lijkt het wel alsof het een juichbericht moet worden ook. Nee, nou, er staan er een aantal dingen in. Ook, maar ik denk dat u die straks vooral bij onze bezoeken in onze kadernota die wij u gaan geven. Waar wij naar voren gaan kijken en dan kijken wat kunnen we doen, wat kunnen we niet doen en wat zijn onze risico's. En eventueel wat doen we niet wat we wel hadden moeten doen. Voorzitter. En die u dus, daar zou ik hem vooral willen zien. Ik wil dat nu ook zien, absoluut voorzitter. Maar met alle respect, dit is een jaarverslag waarin we moeten lezen wat hebben we wel en wat hebben we niet gedaan. En u geeft nu in uw mondelinge beantwoording helder aan waar het enigszins schuurt. Aangaande die WMO, daar reageer ik nu eventjes op. En dat lees ik niet volstrekt helder terug in het jaarverslag. En dan denk ik, dat is dan toch een gemiste kans. Het jaarverslag vertellen we u wat we afgelopen jaren gedaan hebben. En in het stuk wat u onlangs gehad hebt, is het denken gaat altijd door. Hadden we iets van, hier zitten toch, als je beleid evalueert, een paar dingen mis. En we hebben begin 2017 gezegd, we gaan 4,5 ton extra huishoudelijke hulp doen. Die had dus niet in het jaarverslag 2016 hoeven te staan. Want dat is 2007. Die moet dus in het jaarverslag 2007 niet komen. En daar zult u zien dat de uitgaven dan op dat punt toenemen. Nog eentje. Het hebben van een specifieke reserve in je algemene reserve, die gebaseerd is op risico's van het sociaal domein, zorgt er ook voor dat als we met sociaal domein ergens een keer niet uitkomen, ook met enige vrijmoedigheid kunnen zeggen, nou moeten we daar wel even wat geld voor terughalen. En dan zullen we misschien naar de toekomst weer opnieuw moeten sparen. Want zo doen we het met de Grekse bijvoorbeeld ook. Daar zeilen we ook scherp in de wind. Daar hebben we niet meer een aparte voorziening. Maar dat is ook, zo moet die gaan. En je hebt winst of je hebt verlies. Eén van twee, hè. En dat gaan we straks bij het sociaal domein ook wel zien. Ik zou graag in een situatie geraken langzamerhand, dat wij steeds preciezer durven te zeggen, zo gaat hij lopen, dit is het geld dat we willen uitgeven en dit niet. Dat durven we nu nog niet helemaal. Daarom hebben we dit hele jaar ook nog een reserve bij ons gedragen, een soort voorziening. En zeggen we pas aan het eind van, nou durven we in de algemene reserve te stoppen. En we hebben die direct bijgezegd, let even op, dit is incidenteel geld, dit is geen structureel geld. Want er gaan nog een paar dingen aankomen. Dus ik ben het ook niet helemaal met meneer Rodemond eens. Want we hebben best al een paar signalen aangegeven hoor. Over de participatiewet bijvoorbeeld en over nog een paar andere dingen. Goed, meneer Gerling. Maar het betekent. Mag ik een kleine vraag stellen? Toch in het verlengde ook van wat mevrouw Luijten eerder aangaf. Want daar schaden we ons van achter. Niet zozeer om nou ook daar geld uit te geven omdat je het budget hebt en het uit moet geven. Maar we hebben ook vorig jaar de discussie gehad over de productieverantwoordingen bij de uitvoerende instanties. Hè. Dat was vorig jaar zo, want u zegt net wel dat u de kansverklaring heeft, maar die heeft u nog niet, want u bent nog in afwachting van die verklaringen van uw zorginstelling. U hebt dat, zelf... dat zei ik net ook. Oké, nou, u hebt het zelf goed voor elkaar, dat mag ook gezegd worden, maar u bent er wel van afhankelijk. Maar dat zegt nogal wat, daar hebben we het ook vorig jaar over gehad. Want het kennelijk is bij de uitvoeringsinstanties niet helemaal helder, althans de administratie nog niet, of de uitvoering, dus uw opdrachten, ook conform worden uitgevoerd. Daar kunt u nu niks aan doen, dat is wat het is, maar het zou iedereen wel behagen als u er toch op aan zou dringen bij die zorginstelling, als ze daar wat beter mee om zouden gaan. Want dat is natuurlijk wel net waar we het over hebben, want het gaat hier niet om geld dan, hè? Niet om de afspraken die gemaakt worden, maar om de uitvoering van die afspraken. En daar moet natuurlijk wel een verklaring komen voor de Raad, maar ook om te weten of de zorg goed uitgevoerd wordt ter zake van juist die uitvoering. En die ontbreekt hier. En die marge is ook nog daar staan technisch voor voor de kansplein niet zo heel erg groot als het om geld gaat. Hè? Maar belangrijker vinden wij ook, en dat vonden we vorig jaar ook, en daar sluiten we ons bij aan. Het moet wel zo zijn dat waar u opdracht voor geeft om uitgevoerd te laten zijn, ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. En ik denk dat iedereen er wel heel veel belang bij heeft dat daar toch een heel sluitend mechanisme voor bedacht wordt. Dus wat ons betreft zou u wel goed eraan doen om terug te gaan naar die organisaties en er echt op aan te dringen dat die administratie in overeenstemming wordt gebracht met de uwe. Dan denk ik met name aan de hele jeugdzorg, waar het probleem het grootst is. Hier en daar ook aan de PGB, waar je even wil kijken van wat gebeurt daar. Daar moeten we ook strakker de vinger aan hebben. Morgen zit ik in Zwolle. Onze 11 gemeenten jeugdzorg, we hebben een conferentie. En een van de dingen is
Wij willen naar een andere manier van aanbesteding toe, zodat wij echt op output gaan beoordelen. En niet op, oh, ik heb zoveel mensen in beheer, nou, daar mag ik zoveel geld voor vragen. En dat je niet goed weet hoe wat. Dit is één van de dingen, kijk, we hebben hem overgekregen. We moesten eerst maar eens in grip zien te krijgen. Ervoor zorgen dat er niet te veel jongeren of liefst niet één tussen wat het schip valt. En nu willen we proberen meer grip te krijgen op welke kwaliteit krijg ik toch. En ik denk dat we daar, zeg ik maar heel eerlijk, nog wel een paar jaar mee bezig zijn om dat helemaal voor elkaar te krijgen. De grote Misha de Winter, de orthopedagoog, professor uit Utrecht, die zegt, beste mensen in Hardenberg, onlangs tegen ons, toen was hij hier, willen jullie nou even niet denken dat daar waar een landsregering 25 jaar bezig is geweest en 25 jaar is gefaald op dit punt, dat jullie dat in 2 jaar kunnen. Maar wij blijven ongeduldig en we proberen in 1 jaar of 2, 3 hier toch wel behoorlijke stappen te maken. Mij intrigeert altijd op sociaal domein, is ons beleid effectief? En in die zin snap ik mevrouw Luiten wel van, en bereiken wij nou de mensen die wij moeten bereiken? En waar bereiken ons signalen dat een samenleving zelf dingen niet kan en wij dus echt dingen zouden moeten doen? Ja, en dan bent u ook zelf oren en ogen van deze gemeente. En wij doen het via ons eigen apparaat ook. En steeds als wij denken van hier gaat iets fout. Nou, nog een keer de huishoudelijke hulp. Hier vonden we echt iets fout gaan. Hier kregen categorieën mensen echt problemen. Ja, en dan gaat er 4,5 ton structureel in. Goed, wordt vervolgd ook naar de kadernota, zou ik zeggen. Ik was bezig en ik ga gewoon terug naar waar ik was. En dan ga ik versnelling maken, meneer de voorzitter. Reactie op de accountantsverklaring. Over die aanbestedingen genoeg gezegd. Over 3D inmiddels ook genoeg gezegd. En over de Greksen. Hij is scherp gegaan. En wij hadden iets van, nou laat hem maar waaien. Maar het had van ons op dat punt niet zo scherp gehoeven. En voor de rest had hij weinig te melden. En zei hij in wezen hetzelfde als u. Zaakje zit aardig voor elkaar. En dan zegt hij wel eens, nou je mag wel wat meer snelheid maken. En de boel net ervoor ons neerleggen. Nou dat geloof ik allemaal best. Maar het kon erger, laat ik het zo zeggen. Dit was eigenlijk de reactie op de accountantsverklaring. Dan heb ik grotendeels algemene reserve al gezegd. Ik snap de vraag van de CDA wel. En impliciet zit er ook een stukje van de Partij van de Arbeid in. Van ja, over sociaal domein van, klopt dat wel allemaal? Ik kan u, en dan zegt de ChristenUnie van, nou, het kon nog wel ietsje scherper en ietsje voorzichtiger. Ik kan u zeggen dat wij inmiddels een eerste slag gemaakt, want u weet al hoe we hiertoe gekomen zijn. Eerst was het een beetje dit. Toen hebben we een slag gemaakt van dit zijn onze risico's en zo berekenen we ze ongeveer. Toen werd het al preciezer. We zijn nu nog bezig om nog een keer een verdiepingsslag eroverheen te maken. En we hopen u voor de begroting de resultaten daarvan te laten zien. Zodat u ook scherp hebt van, ja, klopt die algemene reserve nou precies of is het een slag in de lucht? Vervolgens gaan we ook nog een keer zeggen van, nou, 1,0 tot 1,4 alle risico's opgeteld met een stukje reserve. En wij zeggen altijd, blijf even aan de voorzichtige kant, gaan we 1,4 zitten. Nou, ik denk dat we daar grosso modo aardig goed mee uitkomen. Even een aanvullende vraag op de reactie van het college. Het college gaat verder met het verder inhoudelijk beoordelen van de risico's en het kwantificeren. Maar er is geen antwoord gegeven op onze suggestie om daarbij ook zeg maar, een soort vergelijking te maken met andere gemeenten. Want dan heb je ook wat objectief vergelijkingsmateriaal. Wil hij die meenemen? U bent mij al te vlug af. Daar was ik nog niet aan toe. Ja, dat zou ik best willen om eens even om me heen te kijken. Want je hoeft toch nog niet te denken dat je alleen de waarheid hebt. Aan de andere kant, je mag best wel eens redelijk zelfverzekerd zijn over wat je zelf hebt staan. Maar dat zullen we even meenemen. Die toezegging hebt u dus binnen. Ik ga even één voor één de laatste vragen af. Glasvezel. Ja, het is bijna gestreken en toch neemt u geld mee naar dit jaar. Dan kun je ook zeggen, had je dat nog niet kunnen inleveren? Die discussie hebben we gevoerd. We hebben gezegd, nee, doen we toch even niet. Omdat die 4% bleef staan. Gemiddeld genomen in het grote gebied is het 4%, min 2%, 2% rest zich. En dan, nou, 1-2% zitten ze wel een schip. Wij hebben nog steeds het aanbod om te kijken of wij op een of andere manier die 1-2% in het buitengebied ook nog toch binnenboord kunnen krijgen. Zonder dat wij vallen in het mes van de overheidsbemoeiing daar waar de markt moet doen. Ik constateer dat Koga's en consorten
buitengewoon voorzichtig zijn om ons die gegevens te geven, want ze zijn doodsbang dat ze een dag later voor de rechter staan. Maar wij zitten toch nog te kijken van in algemene zin wat kan. En wij denken dat wij aan het eind van dit jaar u kunnen zeggen van wat hebben we daarvoor gebruikt, wat hebben we daar niet voor gebruikt en wat kan vrijvallen en wat kan niet vrijvallen. Maar we wilden toch nog graag even houden om te kijken of wij toch nog in algemene zin qua infrastructuur hier iets kunnen doen. De eigen berekeningen van de ChristenUnie laat ik even nu hier staan. Ook daar denk ik van, je moet even straks vooruitkijken bij de kadernota. Dan komen we bij wat voorstellen hoe we dingen zullen doen. Daar zit ook een opmerking in over de algemene reserve en over een aantal kaders. En dan kijken of je eigen daar goed in kan zitten. Ik vind hem een beetje, laat ik zo zeggen, als het bewolkt is, kun je net daar gaan staan waar het regent. En je kunt daar gaan staan waar de zon schijnt. Ik heb de idee, als het, ja, soms dan heb je de blauwe lucht, dan heb je weer wolken. Ja, goed. U snapt wel, hè, onder de wolken kan je niet in de zon staan. Dat... Nee, daarom. En dan zeg ik van, soms moet je een stapje opzij doen, dat je net even bij die wolk vandaan bent. Ja. U hebt wel de nadruk gelegd op een aantal risico's, terecht. Ik zal er niet eentje van wegpoetsen. Maar daarnaast kun je natuurlijk ook zeggen, maar eigenlijk is het een opmerking voor de kadernota. De economie trekt weer een beetje aan, de Grieken trekken aan, de uitkeringen gaan hopelijk een beetje naar beneden. En als het Rijk meer geld gaat uitgeven, dan trap op, trap af, zouden wij misschien ook wel wat krijgen. Ook die dingen hebben we hier niet neergezet. Maar je moet altijd een beetje dat midden. En ik denk dat we bij de kadernota kunnen zeggen dat we redelijk uitkomen met de algemene reserve zoals we hem neer willen zetten en met de risico's die we benoemen. Met dien verstande dat we er dus nog een keer een verdiepingsslag overheen leggen. Dus wij zeggen behoedzaam vooruit, eens. Of het nou precies moet uitkomen waar u uitkomt, nou, daar kan je even over twisten. Waar ik wel heel blij mee ben dat u probeert te zeggen van, kijk, bij al je uitkomsten, voor je het weet, ga je een gemeente vergelijken met een bedrijf. Ga je zeggen, er zijn gewoon een aantal dingen die je van tevoren niet weet. Als de september circulaire na je tweede beheerder in één keer geld geeft, dan weet je dat van tevoren niet. En als Innexus zegt, ik wil nu mijn aandelen verkopen, dat kon ik in januari niet weten. En als wij met z'n allen zeggen, die 2,4 van sociaal domein, dan mag je tot bij de 31 december niet aankomen, hebben we hier met z'n allen gezegd, ja, dan is dat 2,5 miljoen. Of 2,4. Klopt. Dus wat konden we wel beïnvloeden? U zegt, van, nou, als je daarnaar kijkt, ben je binnen de marges gebleven. Dank u wel. Voorzitter, als u me toestaat, voordat de... Meneer Dogge, ja. Gaat gaan. Ik wil even aan de wethouder eigenlijk vragen, want hij gaat nu, als hij even de beeldspraak gebruikt van het weer, dan geeft hij nadrukkelijk aan dat hij toch kiest voor de positie in de zon en niet in de regen, waar de ChristenUnie in zijn beleving wat meer staat. Ik hoop dat hij ook in de zon blijft staan als we straks die kadernota gaan bespreken en dat hij dan niet naast de ChristenUnie gaat staan in de bewolking. Ja, voorzitter. Ja, u nou probeert u al iets te zeggen over waar we uit gaan komen. Ik denk dat dit nou net een slag in de lucht is, eerlijk gezegd. Nee, ik vraag uw positiebepaling en ik vraag verder niets inhoudelijk. Mijn positiebepaling, nee, het is niet interessant wat mijn positiebepaling is. De positiebepaling van het college is een positie van evenwicht. En die zegt, wij willen even naar beide kanten blijven kijken. Maar u staat toch ook liever in de zon dan in de regen? Liever wel, ja. Ik ga verder. Voorzitter. Dank u wel voor de complimenten, meneer Gelling. Voorspelbaarheid en grip graag beter. Nou, mag ik u daarin dan ook verwijzen naar de door u veel geprezen woordvoerder van de ChristenUnie, die juist probeerde die voorspelbaarheid en die grip in het juiste perspectief te plaatsen. Door te zeggen, er zijn een aantal dingen waar je in de gemeente nog eenmaal per definitie geen grip op hebt. En de vraag is even van, hebben wij te veel dingen laten lopen waar we wel grip op zouden moeten hebben? Ik denk het niet. Dan ga ik naar mevrouw Luiten, die heb ik eigenlijk voor de groot gedeelte al beantwoord. Mevrouw Kelder, het jaarverslag. Mevrouw Luiten. Ik heb nog geen antwoord op mijn vraag gehoord. Ik kan het verkeerd gehoord hebben, maar dan zou ik het u vragen om het nog een keer te herhalen. Het kan met een heel simpel ja of nee. Ik denk dat wij grosso modo
mogen zeggen dat wij ons best doen op het sociaal domein. Het is ook een opmerking die wij heel vaak krijgen als we het hebben over het sociale karakter van deze gemeente. Van mensen die van buiten hier naar binnen kijken. Dus grosso modo ja. En ik heb net al gezegd, hebben we het op onderdelen altijd goed? Is er nooit iemand die tussen wal en schip valt? Daar blijven we iedere keer scherp naar kijken. En we vragen u met ons mee te kijken of we dat goed doen. En dan is de kadernota het eerste moment om aan te geven van, hey, let op, hier heb je nog wat steken laten vallen. Dat is de garantie, mevrouw Uiter. Nee, het kan aan mij liggen. Maar ik hoor u zeggen, ik kan u grosso modo verzekeren dat wij ons uiterste best doen. Nou, eerlijk gezegd was ik daar al van uitgegaan. Nee. In deze baan. Dus nogmaals de vraag, kunt u mij dan verzekeren dat er geen noden meer zijn? Voorzitter, dit is toch een retorische vraag, om heel eerlijk te zijn. Meneer Stelpstra, zolang er 2,5 miljoen concreet over is, lijkt het mij niet zo retorisch. Want als er, dat alleen maar over kan zijn als er inderdaad geen noden meer zijn. Ja, kijk, ik vind het een heel belangrijk onderwerp hoor, maar de vraagstelling is dermate retorisch. Het antwoord is per definitie nee, dat snapt u ook. Ik had gehoopt, en ik begrijp, ik heb het niet over een incidenteel gevalletje, maar ik vind het wel schrijnend dat wij 2,5 miljoen overhouden op een domein waar we het afgelopen jaar een aantal heel belangrijke dossiers voorbij hebben zien komen. Ja, ik had verwacht ook ermee bekend. Meneer Stelpstra, misschien moet u eerst even mevrouw Luijten laten uitspreken. Want ik had niet verwacht dat het college ja zou zeggen. Omdat ze bijvoorbeeld in hun eigen jaarverslag al aangeven dat de financiën op het terrein van de jeugdzorg nog niet op orde zijn. Dat er nog steeds sprake is van armoede, niet alleen onder kinderen, maar ook onder volwassenen. We hebben hier uitgebreid over de huishoudelijke hulp gesproken. We hebben het hier gehad over respijtzorg, over voorliggende voorziening voor beschermd wonen. Dat soort zaken, duurzaamheidsfonds. Dus mijn vraag is heel simpel. Hoe bestaat het dat als er nog dat soort serieuze noden in deze gemeente zijn, dat wij 2,5 miljoen euro op dat terrein overhouden het afgelopen jaar? En niet alleen dit jaar, maar ook het jaar daarvoor. Dat begrijp ik niet. Ja goed, het is het beleid van de regering geweest om de decentralisaties naar de gemeenten toe te turnen. En daar ook flink op te bezuinigen. Dus wij hebben daar ook een bezuinigingsdoelstelling op te halen. Ja, goed. Maar voordat we nou verder gaan met deze discussie, volgens mij is dit een vraag aan de portefeuillehouder om die te beantwoorden. Dus nou, volgens mij zijn we uiteraard in discussie, maar... Nou, ik geef nu even het woord in reactie aan de portefeuillehouder om te reageren op het betoog van mevrouw Luijten. Ik heb aan het begin al gezegd van, ik ben altijd geïntrigeerd door van, doen we het goed, doen we het niet goed. Doen we alles volmaakt, geloof ik helemaal niks van. Doen we goed ons best? Ja, maar dat is niet het punt. Het punt is dat ook ik van anderen te horen krijg van, nou, wat jullie doen ten opzichte van een aantal andere gemeenten, dan heb je echt een sociaal beleid. Nou, dat willen we ieder houden. Zij is daarmee alle ellende weggenomen? Nee. Maar er zal ook altijd ellende blijven waar we niks aan kunnen doen. En dat is één, want je moet ook even kijken van wat kunnen wij wel als overheid pakken, wat kunnen we niet pakken. En wij zitten rond te kijken, heb ik gezegd, van waar laten we steken vallen? Nou, daar zorg ik hulp heb ik genoemd. U ziet volgende week nog een voorstelletje komen over wat specifieke bijdragen aan mensen rond minima, waar we nog weer wat gaan verruimen. Net toevallig vandaag een college gaat, dus die gaat komen. Zo blijven we wel kijken. Alleen ik heb niet iets van, nou laten we nog maar even dit, dat of dat doen. Kijk, en er zit nog een andere aan. Het is natuurlijk ook een faseverhaal. Hè? De boel is over de heggen gekieperd. We moeten dingen gaan oppakken. We weten dat bedragen zo terug gaan lopen. We hebben nu dit over. Ik heb net ook al gezegd, het is echt incidenteel. Er gaat alweer een 500.000 af. Maar op de participatiewetgeving zul je zien dat er ook nog weer 1 miljoen afgaat. Dus wij komen best wel ongeveer uit met wat doen wij en wat geven wij uit en wat doen we ervoor. Ik heb niet de indruk dat we straks nog echt veel gaan overhouden. Eerder dat we misschien over een paar jaar zeggen, we moeten echt even een tandje bijschakelen, want wij zullen het zo niet halen. Als je mij vraagt, dan hebben wij over 1 jaar of 5 hier een tandje bijgeschakeld. Meneer Dogger. Dank u wel, voorzitter. Ik heb vanavond eerder mevrouw Luijten een compliment gegeven, maar ik moet haar nu toch eigenlijk een beetje tegemoet komen. Meneer Dogger, u mag zeggen dat u het weer intrekt. Als u dat wil. Nee, die trek ik zeker niet in. Maar op uw laatste opmerking rondom het overschot op het sociaal domein,
Ik denk dat u daar de plank mislaat. Want uiteindelijk zijn wij het als raad die hier de kaders hebben gesteld en die het beleid hebben geformuleerd. Het beleid wordt uitgevoerd door het college. En daar blijft nu in dat beleid blijft wat over. Waarom blijft er wat over? Niet omdat wij fout beleid hebben, maar omdat wij beleid hebben vastgesteld wat wordt uitgevoerd. En ook beleid wat wij structureel hebben neergelegd in de wetenschap. En dat heeft de wethouder volgens mij ook al in een soort tussenzin aangegeven. In de wetenschap dat er nog verdere bezuinigingen komen op het beleid. En we hebben een beleid uitgezet naar de structurele middelen die wij van het Rijk krijgen. En daar zit een afbouw en daar is rekening mee gehouden. En dan kunnen we beter, denk ik, beleid formuleren wat we kunnen verantwoorden ook met de budgetten zoals we die structureel krijgen. En dan in de eerste jaren met de risico's dat we misschien wat overhouden. Maar dat wil niet zeggen dat we hier fout beleid voeren waar u op zin speelt. Het gaat erom dat wij dat beleid hebben vastgesteld. En daar zit ongetwijfeld hier ruimte voor verbetering. Maar wij hebben dat totale beleid vastgesteld. Mevrouw Luijten. Nou, u geeft mij nou de gelegenheid om meteen meneer Stelpstra ook mee te nemen in mijn antwoord. Ik vind het heel raar om te zeggen, het is over de schutting gekieperd. En daar is ook nog een bezuiniging op losgelaten. Met andere woorden, wij krijgen hier minder dan wat het Rijk nodig had om goede zorg te verlenen. En dan houden we er ook nog op over, want misschien hebben we over 5 jaar wel geld tekort. Daar kunt u echt niet bij mij bij aankomen, zeker niet. Kijk, ik zeg niet dat we hier slecht beleid hebben. En nogmaals, het gaat mij er niet om, het geld is er, dus het moet hoe dan ook over de balk gesmeten worden. Als we het niet nodig hebben, omdat het allemaal goed geregeld is, nou, dan hebben we het niet nodig. Maar we hebben hier in deze raad de afgelopen 2 jaar een aantal keer belangrijke onderwerpen bij de kop gehad, waarvan wij met z'n allen zeiden, zowel de raad als het college, want daar zijn nog problemen en die willen we heel erg graag oplossen. Voorzitter, twee reacties als u me toestaat. Meneer, nog even een moment. Het is nog niet opgelost. Heer Stelpstra, maar er is wel geld over. Eerst reageer op mevrouw Luijten. Ja goed, ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Dogger. Ik krijg ook wel de indruk dat het niet helemaal begrepen wordt dat we flink moeten gaan bezuinigen. Ja, dat je dan nu 1 keer die bezuiniging overhoudt, dat lijkt mij in die zin volstrekt logisch. CQ dat we voorbereid zijn op de toekomst. Maar meneer Stelpstra, legt u mij dan eens uit waarom het dan goed is om op dit soort kwetsbare onderwerpen alvast 5 jaar eerder te gaan bezuinigen dan we het zouden moeten, als we weten dat er nog noden zijn? Ja, mevrouw Luijten, kijk, wij vinden het ook een heel belangrijk onderwerp. Het is altijd een van onze speerpunten geweest om niet tussen wal en schip te vallen. Maar u doet het nou voorkomen alsof wij geld overhouden en dat daarmee mensen bewust tussen wal en schip vallen. Nou, u heeft de wethouder gehoord. Dat willen we niet. En het is niet onze intentie om geld te verdienen op het sociaal domein. Maar wij zullen wel de bezuinigingsdoelstellingen die de landelijke overheid ons heeft opgelegd, en volgens mij een coalitie waar uw partij ook aan meedeed, die zullen we moeten volbrengen. Dank u wel, meneer Stelpstra. Mevrouw van Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de portefeuillehouder. En wellicht kom ik toch tot nog een extra vraag. Mijn vraag 1. Stel dat u nou 2,5 miljoen tot uw beschikking zou hebben. Lost dat dan alle noden die de Partij van de Arbeid als beer op de weg ziet? Wat niet wegneemt dat het een terechte zorg is. Maar gaat die 2,5 miljoen... al die noden wegnemen als u die tot uw beschikking zou hebben? Dat is 1. 2. Hebben wij hier in deze raad en in de afgelopen 3 jaar keuzes gemaakt waarin we en bezuinigen en gezegd hebben, niemand tussen wal en schip, al die beleidskaders die wij hebben uitgezet naar vrijwilligers, naar welzijnsorganisaties, naar armoedebeleid, inclusief de €70.000 die in het jaarverslag wordt genoemd, die terug mag gaan naar de kinderarmoede, hoe we dat willen gaan doen. Heeft dat tot niets geleid waardoor wij die 2,5 miljoen overhouden? Of komt die 2,5 miljoen voort uit het feit dat we in apparaatkosten, in systematische ontwikkelingen kunnen bezuinigen, maar niet ten koste is gegaan voor onze inwoners? En dat we straks in de kaderstelling opnieuw gaan kijken of het beleid aangepast moet worden. Dat geld dus niet altijd de oplossing is. Daar heb ik graag van de wethouder antwoord op. Voorzitter. We zaten nog volgens mij in een stukje discussie. Misschien dat we dat even kunnen afronden voordat de wethouder... Ik wou hetzelfde punt maken dat u maakt, de heer Dogge. Dus u pakt een terecht punt. Ik wil deze vraag even bekeren totdat de discussie afgerond is. En volgens mij wilt u nog een korte bijdrage leveren aan deze discussie. Maar dan wil ik hem ook tot het eind brengen. Want volgens mij hebben we al behoorlijk wat uitgewisseld. En moeten we zorgen dat we niet in een kring discussie gaan komen. Ik ben het helemaal met u eens, voorzitter. Ik gaf al aan, ik had een tweetal hele korte reacties op het pleidooi van mevrouw Luijten. In de eerste plaats, zij heeft het over de schuttingwerpen. En inderdaad, en dan sluit ik aan bij wat heer Stelpstra ook zegt. Het is wel beleid
van het nu demissionaire kabinet, waar ook de Partij van de Arbeid deel van uitmaakt. En de tweede opmerking die ik wil maken is van, als mevrouw Luiten, als de Partij van de Arbeid problemen heeft met het beleid wat we hier hebben vastgesteld, dan is het wel erg makkelijk om te zeggen van we houden geld over en er is hier iets niet goed gegaan. Maar dan verwacht ik ook van haar dat ze met concrete voorstellen komt om dat beleid aan te passen. En dat gaat verder als alleen roepen we houden geld over en het is niet goed. Dank u wel, meneer Dogge. Ik wil mevrouw Luiten als laatste nu de mogelijkheid geven om een reactie te geven. Dan had u daar groot gelijk in. Maar ik zeg niet dat wij niet achter dit beleid staan. Sterker nog, we hebben ons de afgelopen jaren ook serieus ingespannen om mee te helpen dat beleid zo goed mogelijk te maken. En meneer Stelpstra, ik zeg ook niet dat wij vinden of denken of insinueren dat hier mensen bewust buiten de boot worden gehouden. Daar gaat het me niet om. Ik geloof dat het beleid wat we hebben gemaakt in grote lijnen goed is. Daar staan wij achter. Ik zie alleen wel dat in de uitvoering hier en daar helaas af en toe iets nog steeds misgaat of niet goed genoeg gaat. Er vallen mensen tussen wal en schip. Er is in de jeugdzorg zijn problemen. Bij de huishoudelijke hulp waren problemen. Dat weten we hier allemaal. Er is kinderarmoede. En ik zeg, zolang ons beleid dus nog niet optimaal is, vind ik het gek of zonde, als u dat liever heeft, dat er dan nog elk jaar dit soort bedragen op overblijven. Want laten we dan in ieder geval, als die bezuiniging er straks aan zit te komen, deze jaren dat die bedragen nog gebruiken om te zorgen dat we dat beleid zo goed hebben staan dat als die bezuiniging komt dat er geen probleem meer is. Voorzitter, wij zien graag uit naar voorstellen voor een beleid wat mevrouw Luiten voorstaat. Alleen roepen is één, maar uitvoeren is twee. Ja, ik heb gezegd dat de discussie wat mij betreft nu even ten einde is, omdat we anders bij mij betreft veel te veel uit de tijd gelopen en we voldoende uitgewisseld hebben. Excuses, voorzitter. Ik ga naar de portefeuillehouder toe om te reageren op de vraag van mevrouw Van Hoek. En ik wil ook graag vragen om dat toch enigszins kort te doen. En vervolgens verder te gaan met de beantwoording. Voorzitter, ik ben dan wel dat het geen aanval op u is, maar u de ruimte biedt om aan te geven dat geld niet helder, leidend helder, is. Helder, helder. Even nog. Het college wil gezegd hebben dat wij denken dat wij sociaal beleid voeren. Dat wij proberen onze ogen en oren open te houden van waar gaan dingen fout. Daar hebben we u dingen aangereikt. Huishoudelijke hulp de hele grote. U krijgt binnenkort nog een. En beschermd wonen bijvoorbeeld zijn we ook achter schermen best mee bezig. Een heel aantal dingen. Ik geloof niet dat je met geld alles op kan lossen. En zeker niet met incidenteel geld. Ik zeg nog een keer. 500.000 is er nu af. Komend jaar 1 miljoen participatie. Dan ben je alweer 1,5 miljoen kwijt. Dan zit je al beneden de miljoen. Maar ik geef mevrouw Luiten toe dat als je, nog een keer in de overgangssituatie, geld overhoudt op dit terrein, dat je altijd even heel goed moet vragen van, heb ik mijn werk eigenlijk wel goed gedaan? En zit er ook niet iets om incidenteel geld te verjubelen, maar zit er ergens structureel dingen fout waar we echt iets moeten doen? En ik daag u gewoon uit om daar ook met ons over te blijven nadenken. En dan zou ik zeggen, tot ziens bij de kadernota en naar de mevrouw Van der Hoek. Met incidenteel geld los je geen structurele problemen op. Maar ik durf staande te houden dat wij hier met sociaal beleid bezig zijn. En nog een keer, de inkomsten lopen terug. Wij blijven hetzelfde doen, sterker nog, we gaan meer doen. Dus dat gat wordt kleiner. En het zal mij niet verbazen als we over 5 jaar zeggen, we moeten ergens op een aantal punten een tandje erbij. Ik heb nog twee kleine. Korte vraag, mevrouw. Dus de antwoord op uw vraag, ik had hem wel lang gemaakt. Als u nu die 2,5 miljoen tot uw beschikking krijgt, en we zetten niet terug, voegt dat iets toe in de verbetering van wat ons beleid moet zijn? Of maakt dat niet uit? Ik heb u net gezegd dat ik geen zin heb om incidenteel met geld te strooien. Ik wil kijken wat zijn de problemen en wat moet ik daar structureel aan doen? Wat moet ik met mensen doen, met vrijwilligers, en wat moet ik misschien soms ook met geld nog een keer doen? Geld alleen lost ook alle problemen niet op. Ik heb nog twee hele kleine vraagjes liggen, dan ben ik klaar wel volgens mij. Mevrouw Kelder vroeg naar het overzicht parkeren. Die vindt u niet, omdat het parkeren precies gegaan is zoals wij het in de begroting hadden gedaan en in de uitkomsten is uitgekomen. Dus we hoeven daar geen afwijkingen te verantwoorden. Maar als u het wil weten, betaald parkeren gaat toch wel over dikke 1 miljoen tot 1,4 miljoen. Ik heb de cijfers niet precies in me. Dus als u daar iets anders over zou willen roepen, dan moet u een bezuiniging van 1 tot 1,4 miljoen voor gaan stellen. Dus precies gewerkt zoals we wilden werken. Zoals we met u hadden afgesproken. En dan ga ik naar
Meneer Rodemond had nog een vraagje over onderzoek energieopwekkende schermen. Dat onderzoek loopt niet erg voorspoedig, omdat alles wat wij er kunnen bedenken tot nu toe, mensen, vooral de provincie die daar naar kijkt en wij kijken mee, is heel veel geld uitgeven voor heel weinig opbrengst. Dus we hebben er nog niet definitief afgetikt, maar zoals het er nu naar uitziet, is het veel aantrekkelijker om bijvoorbeeld ergens nog wat zonnepanelen neer te leggen, omdat je er 10 keer meer opbrengst aan hebt. Dit kost heel erg veel geld en je hebt er bijna niks aan. Dat is de tussenstand op dit moment. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Zijn er geen andere wethouders die ook vanuit hun portefeuille nog vragen beantwoorden? Goeie opmerking, meneer Dogger. En ik geef het woord even aan de heer Prinsen. Ja, voorzitter. De CDA-fractie vraagt hoe het zit met de besluitvorming die ten grondslag ligt aan datgene wat er verantwoord is dit jaar voor de stationsomgeving. Nou, dat schud ik zo niet 1, 2, 3 uit de mouw, wanneer dat besluit is genomen. Maar als ik me goed herinner, hebben we in 2011 al een besluit genomen om budgetten beschikbaar te stellen voor de eerste fase herinrichting stationsomgeving. Jan Wijdkamplaan, Stationsstraat, Stationsplein, plus de planvorming die daar geweest is en het grootste gedeelte van dat geld hebben we van de provincie gekregen. Dat waren de IMG-middelen die volgens mij toen 750.000 euro bedroegd had. En later hebben we voor de Innexis-gelden hebben we ook nog 2,2 miljoen of 2,3 miljoen hebben we gekregen voor de stationsomgeving. Maar ik weet dat er in 2011 heeft u daarover een besluit genomen en of daar ook alles in zit wat we dit jaar hebben uitgegeven, dat weet ik niet. Maar ik vind de vraag ook wel redelijk technisch. Of u moet een politiek willen maken en willen weten of wij wel netjes hebben gewerkt. En als u dat wil weten, moet u uw vraag herhalen. Dan zal ik zorgen dat we in het verslag precies zullen aangeven hoe we aan deze gelden zijn gekomen. Wonen in recreatiewoningen, zullen wij kijken wat de ruimte is die de provincie geeft, maar ook vooral wat willen we zelf. Ja? En er zijn nogal er zijn situaties waar we echt geen permanent wonen willen. Er zijn ook situaties waar we er eens goed naar zouden moeten kijken. Nou, wij de komende tijd gaan we daarmee bezig. Te meer ook omdat 2018 is die 6-jaarstermijn verlopen van dat we mensen ruimte hebben gegeven in de crisis om de situatie eindig te maken. Nou, dat loopt in 2018 af. Dus sowieso zijn we hier intern al bezig om te kijken hoe we daarmee verder gaan. Ja, voorzitter, mag ik daar een heel kort aanvullendje vragen? We hebben namelijk ook een schriftelijke vraag daarover gesteld. En dat is inmiddels toch al zo'n maand geleden, denk ik. Hoe zit het met de beantwoording daarvan? Nou, we vonden dat jullie al genoeg vragen hadden gesteld dit jaar. Dus we hadden maar besloten om niet meer te beantwoorden. Nee, maar dat is flauw. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ver die is. Hij zal ook wat zijn blijven hangen nu in alles waar we mee bezig zijn. Met beraps enzovoort. Maar ik ga ervan uit dat die termijn van 6 weken of zo, dat we die in de regel halen we die wel. U heeft inderdaad nog een dag of 10. Oh, dat klinkt dreigend. Dank u wel. Helder signaal, meneer Breukeman. Ik kijk even naar de andere portefeuillehouders. Ik geef het woord aan de heer Snijders. Ja, dank voorzitter. Er waren vragen gesteld over het ondernemershuis. De 24 stageplaatsenopdrachten die er zouden zijn geweest. Ik heb eerlijk gezegd geen idee op welk niveau die zijn uitgeoefend. Ik zal dat voor u nagaan. Er zijn een aantal partijen doen mee met het ondernemershuis en de Vechtdal Academie. Inmiddels heet dat Vechtdal Projecten. En daar zitten twee mbo-instellingen bij, Alpha College en Deltion, maar er zitten ook een aantal hbo-instellingen bij. En ook de Universiteit Twente doet mee, dus ik zal dat voor u laten uitzoeken. Wat betreft de samenwerking tussen het Stadhuishuis en het Ondernemershuis, nou, die krijgt meer en meer vorm en inhoud. Er wordt naar elkaar doorverwezen. Dus stadhuizen die zich melden bij het Ondernemershuis gaan naar het Stadhuishuis toe en omgekeerd geldt hetzelfde voor ondernemers die met vragen zitten rondom innovatie. Die worden verder geholpen bij het ondernemershuis. Dus we zijn ook nog maar net onderweg, zeg ik er maar bij. Een jaar nu ongeveer. Maar dat krijgt steeds mooier en beter vorm. Volgens mij was dat het op dit moment. Dank u wel. Dan ga ik naar wethouder De Vent. Dank u wel, voorzitter. Even naar Grampel. Gisteren die vroeg naar de stand van zaken rondom mantelzorg. U verwijst ook naar het onderzoek wat Metso heeft gedaan. We hebben de afgelopen maanden veel tijd en energie gestopt in een zeer uitvoerig onderzoek waar we de landelijke club Metso hebben ingeschakeld. En met heel veel partijen hier in de samenleving.
ook met mantelzorgers zelf uiteraard, maar ook met organisaties. De medewerkers van onze organisatie met de participatieraad het gesprek hebben gevoerd. Aan de hand daarvan conclusies met elkaar hebben gedeeld. En die komen binnenkort naar u toe. We hebben de resultaten nu verwerkt in het rapport. En die wil ik graag een keer met u delen. Om ook te kijken van wat betekent dat met ons huidige mantelzorgplan. Want we, zoals u weet, hebben wij een plan dat heet Mantelkracht. Dat is vorig jaar vastgesteld. En dat loopt nog tot en met dit jaar. Er gaat dit jaar bijna 3,5 ton in om aan instrumenten. En we hebben ook gezegd, dat willen we goed evalueren. En het mantelzorgwaarderingsinstrument, dat hebben we met name laten onderzoeken van waar is nou behoefte aan. Waar is nou behoefte aan bij die mantelzorger? Dat komt terug vanuit het onderzoek. En dan hadden we de uitkomsten van het onderzoek tegen het licht van ons beleid. Dus u krijgt zo snel mogelijk de informatie van die, vanuit het onderzoek. Ik weet alleen niet of het voor de zomer lukt om dat beleid nog een keer te gaan herijken. Dat zal wellicht na de vakantie zijn. Maar u wordt voor de zomer op de hoogte gesteld van de resultaten. Dank u wel. Dan kijk ik nu nogmaals rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik zit de heer Stelpstra. Ja, voorzitter, het is toch mooi. Oh, dank u wel. Voorzitter, het is toch mooi om te zien dat de vraagstelling is de zomer aangebroken tot zoveel vergelijkingen over het weer leidt. Iedereen staat in de zon en de ChristenUnie in de regen. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat wij naar de lucht kijken en een paar wolkjes zien. Maar voor de rest ziet het er goed uit, voorzitter. Ik wil nog even terugkomen op één punt. En dat was het punt wat de accountant ons adviseerde. Dat was om toch nog eens te gaan kijken naar de afwijkingen die er zijn binnen de verschillende posten. En wanneer dat bekend was. Dus om te kijken, hè, want voorspelbaarheid van de begroting is wel een thematiek. Nou, ik meen dat wij ook hebben aangegeven van, nou, we blijven goed binnen die bandbreedte. Maar de accountant die gaf ons het advies van, hey, ga nou eens kijken naar al die afwijkingen. En wat is nou het moment geweest van bekendwording van die activiteiten? Nou, en ik ben eigenlijk benieuwd of het college die handschoen zou willen oppakken. Om eens te kijken en ons daar ook in mee te nemen wanneer die afwijkingen bekend zijn geworden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stelpstra. Ik kijk naar de tafel achter mij. Wie daarop wil reageren? Ja, ik kan even kijken van welke afwijking heb je. Er zijn een aantal afwijkingen die je zou kunnen beïnvloeden. En er zijn een aantal die niet beïnvloed kunnen worden. Ik heb met u net al gezegd, er zitten een hele aantal die we niet konden beïnvloeden. Of die we met u hadden afgesproken. Als ik even heel grof doe, gemeentefonds, september-circulaire, december-circulaire. Innexus later. Grex doe je aan het eind van het jaar. Maatschappelijk domein hadden we bewust zo afgesproken. Bijstand zie je in de loop van het jaar ontstaan. En die hadden we bij de tweede beheerraad nog niet helder. Nou, dan zit ik al bijna op het bedrag waarvan ik zeg van, dat kon ik eigenlijk niet zo goed beïnvloeden. Maar blijft wel de vraag staan, probeer het zo goed mogelijk te doen. En een van de dingen die mijzelf nog steeds een beetje jeukt is, dat je probeert in je tweede beheerraad al te kijken van wat wil je overschakelen naar het volgend jaar. En dat er dan toch nog weer een heel aantal dingen zijn die je in december dan nog een keer boven water krijgt. Deels snap ik dat en deels kun je er ook gewoon niks aan doen. En deels zit het ook gewoon in ons systeem omdat we het zo willen. Kijk bijvoorbeeld naar het vechtpark, geld wat je een aantal jaren meeneemt. Kijk naar de agrarische zaken, geld wat je voor 4 jaar hebt en gewoon een aantal jaren meeneemt. Hebben we zo afgesproken. Maar deels moeten we daar ook best wel scherper op kijken. En het is een opdracht voor de organisatie, ook voor het komende jaar weer. Ik moet misschien dan vooral zeggen voor 2018, want 2017 is ook er al voorbij. Probeer dat zo scherp mogelijk te doen. Dus als aanjager van scherp blijven, ja. Maar dit jaar waren er echt een aantal waar we gewoon even per 1 september nog geen weet van hadden. Nee, goed. Het is ook niet om te zoeken naar de schuldvraag. Nee. Maar de accountant gaf aan, als je het hebt over de afwijkingen, dat zou versterkt kunnen worden als bij die afwijkingen wordt aangegeven wanneer het redelijkerwijs of aannemelijk was dat die zo zou gaan vallen. Ja. En als dat allemaal op 31 december is, dan is het prima. Nee. Maar de vraag is van, kunt u ons even daarin meenemen en dat kan prima. U maakte vanmiddag zelf, denk ik, een aardige opmerking. En dan neem ik echt even afstand van de accountant. Een aardige opmerking naar de accountant van, u gooit alles op een hoop en zegt, nou ja, 3 tot 5% afwijking, dat is te veel. En dan zegt die accountant, ja, ik heb ook geen tijd.
zegt hij eigenlijk, om daar even heel precies naar te kijken. Ik heb dus inderdaad alles op een hoop gegooid. Ik vind het een beetje veel. Dan zijn ook wel gemeenten die hebben iets minder. Dus zal het bij jullie wel eens een beetje ruik zijn. En die zegt, maar kijk nou eens even naar wat kon je wel beïnvloeden, wat kon je niet beïnvloeden. Was zijn antwoord, ja, daar heb ik even geen tijd voor gehad. Dat heb ik dus ook even niet gedaan. Ik zeg het maar even hier bij Janneke taal. Nou, en dan zit je daar dus ook een beetje. Dus dan lig ik daar ook eerlijk gezegd niet zo wakker van. En ik heb aan het begin van mijn eerste betoog ook een beetje proberen te zeggen, wij zijn hier een gewoon bedrijf die alleen maar koekjes bakt en dat redelijk goed in beeld heeft. Wij zijn midden in de samenleving, we worden ook beïnvloed van buiten. En die waren er dit jaar nogal een paar. Blijft het verhaal dat u gelijk hebt, college, u hebt als opdracht om daar zo scherp mogelijk naar te kijken. En ik wil daar ook graag bij de voorduur door u op beoordeeld worden. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, heel kort hoor, want het is nu een beetje of het goed is of fout. Dakouter zei volgens mij wel iets anders dan u nu samenvat. En volgens mij was het toch geen slechte beoordeling, maar had u zelfs wat tips. Hè? Ik begreep van Dakouter, die zei, nou ja, er zijn wel wat gedachten die je wellicht mee zou kunnen nemen voor een vervolg om de voorspelbaarheid wat te verbeteren. En wellicht is de handschoen nog geen andere dan dat u de accountant gewoon eens vraagt wat die tips dan zijn en hoe we daartoe kunnen komen. Los van de vraag of het goed of slecht is. Nou ja, het is wat mij betreft ook niet de vraag of het goed of slecht is. Maar dat we gaan kijken van, hey, wat zijn nou de momenten waarop een meevaller of een tegenvaller bekend is. En in die zin zou het gewoon aardig zijn als u eens even een Excelletje maakt en daar wat data achter zet. En dat hoeven we allemaal niet uitgebreid te bespreken. Maar ik vond het wel een aardig idee van de accountant om te zeggen van, hey, maak die vergelijking eens. En dat is voorzitter, ik vraag me even af, maar dat is puur belangstellend, wat een datum toevoegt als je weet dat de septembercirculaire 9 ton overhoudt. Want uiteindelijk gaan wij, als we dat in december horen, met een lijstje met data, gaan we het beleid toch niet meer bijstellen. Het is van belang, volgens mij, politiek, dat we al die afwijkingen tijdig krijgen, dus bij de jaarrekening en tijdig ook voordat je weer je beleid gaat aanpassen, dat je gaat spreken over de kaderstelling. Omdat je dan ook die evaluatie mee moet nemen. Maar een datum, of dat op 23 december is of op 18 oktober, ik vraag me af wat de heer Stelpstra daarmee wil. Voorzitter, mag ik nog een kleine aanvulling daar maken? Want even ter aanvulling, het gaat niet zozeer om de datum. Het gaat er even ter vergelijking, want wij bijvoorbeeld bij de begroting het nou, eindeloos hebben gehad over volgens mij iets van 7 ton die we dachten dat er vrij zou komen en die achteraf meer een gedachte bleek dan dat die vrij kwam. En als je op dat moment wat meer inzicht hebt in de cijfers zoals die liggen, dan hadden we wellicht een hele andere discussie gevoerd. Dus waar het om gaat is niet zozeer een tijdsbepaling of een kwalificatie van de handeling aan zich, maar dat je het ook leuk kan vinden als je geld uit wil geven of wil investeren, hoe je het ook maar wil noemen, wat daar dan voor bedragen beschikbaar zijn. En daarom is het prettig om je administratie zodanig real-time voor elkaar te hebben, dat je het ook inzichtelijk hebt en niet eindeloos loopt te praten over bedragen die er niet zouden zijn. Terwijl nu blijkt dat voor het restant wellicht wat meer ruimte is dan dat we toen 2 vergaderingen lang besproken hebben. Wil de heer Stelpstra of de heer Dogger hier nog op reageren? Dan kijk naar de heer Dogger. Ja, wat ik hier toch een beetje hoor, en dat doet mij wel deugd, is dat hier toch een beetje een ondertoon in de discussie komt van het college is wel erg behoudend in het begroten. En dat doet mij deugd. Oh, maar dat vond ik net nog niet toen meneer Stelpstra zo behoudend was. Dus uiteindelijk, meneer Stelpstra, schijnt de zon, kunnen we constateren na dit lange betoog. Maar even naar de portefeuillehouder om voor de kleine reactie. Nou, als ik even naar voren kijk. U kunt binnenkort van ons de eerste beerrap krijgen. En daar hebben we hem precies tot en met maart weer bijgewerkt. Dan komt de kadernoot erachteraan. Dan hebben we de cijfers precies zoals ze nu liggen bij de nieuwste keer dat we het net hebben kunnen ophalen. En op basis daarvan gaan we vooruitkijken naar de begroting. Maar we leggen er toch maar heel eerlijk alweer 2 waarschuwingen bij. Wij weten nog niet wat de meicirculaire doet. We weten nog niet wat de septembercirculaire doet. En ja, dus zal het bij de begroting ook weer anders zijn. En ik kan u verzekeren dat het bij de gemeente ook over 5 jaar nog niet zo gek veel anders gaat. Maar binnen de marges die we hebben, moeten wij alles uit de kast halen om te proberen zo scherp mogelijk te zijn. Nou, en daar gaan we ook het komende jaar weer aan werken, die zeg ik u toe. Goed mensen, ik denk dat we een goede discussie met elkaar gehad hebben. Rest mij nog de vraag of dit als bespreekstuk of als hamerstuk meegaat. Maar ik denk dat ik daar het antwoord wel op ken, dat het een bespreekstuk zal gaan worden.
Nogmaals dank voor uw bijdrage op dit agendapunt. Ik denk dat het een goede discussie is geweest met elkaar. Ik moet wel aangeven dat uw ambitie om allen iets over de weerverspreiding te kunnen zeggen mij volledig is ontgaan en dat ik het spoor volledig bijster ben daar. Dus u bent daar onnavolgbaar. Kom ik aan bij een puntje van orde en wil ik graag voorstellen om 5 minuten pauze te houden en dan door te gaan met de vergadering. Prima. Tot over 5 minuten. Beste mensen, ik zou graag weer beginnen. We hadden gezegd 5 minuten en de 5 minuten zijn ruimschoots verstreken. Het is inmiddels ruim 10 minuten geweest. Dus volgens mij hebben we voldoende kunnen pauzeren. Dus ik wil u verzoeken u naar uw plaats te begeven. Goed mensen, ik kijk rond. Wie kan ik het woord geven? Meneer Mulder. Dank u wel, voorzitter. En deze kant. Meneer Dogge, meneer Stelpstra. Meneer Gelling zie ik. Maar niet aanwezig, maar wel dat ze het woord willen voeren. Goed, ik geef het woord aan de heer Mulder. Dank u wel, voorzitter. De PvdA-fractie heeft de begroting BOH 2018 tegen het licht gehouden. En er zijn een paar dingen ons opgevallen waar we graag de portefeuillehouder voor aan een soort toelichting willen hebben. Dus met name eerst de loonbetalingen personeel derden. Nou, dat is natuurlijk de inhuur. Waar ons om gaat is van, hebben we het dan over de flexibele schil? Organisaties werken met flexibele schillen. Of gaat het ook met name om inhuur van specialistische capaciteit? En in dat geval of het ook gaat om structureel dan wel incidenteel. En bij structureel inhuur van specialistische capaciteit waarom het niet in de organisatie ingebed zou kunnen worden. Een ander punt is de baten. Het valt ons op dat de baten ten opzichte van de voorgaande jaren een stuk lager liggen. En daar vraagt de portefeuillehouder een toelichting te geven van waar dat dan in zit. En het laatste is met name de reserve die de BOH zich toe-eigent. De PvdA-fractie is geen voorstander van reserve op de BOH. Want in zoverre ben je niet zeker van je begroting, zou ik zeggen. Ik zie wel een toelichting op de reserves. Dat er toelichting wordt gegeven. Denk van, dan waarom neem je die niet op in je begrotingsregels? Al dan niet als incidenteel. En als je ze al onderkent, waarom is dan de reserve groter dan de onttrekking die je erop zou willen doen? Voor zover. Dank u wel, meneer Mulder. Ik ga naar de heer Rodemond. Ik had mijn vinger niet opgestoken, maar dank u wel. Dan ga ik naar de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ik was even weg, maar meneer Eiling heeft de vinger naast me opgestoken, dus dank daarvoor. Wellicht de volgende keer op tijd komen, meneer Gelling. Dat is helemaal juist, voorzitter. Dank u voor deze reprimande. Ik kon hem gebruiken. Voorzitter, de jaarrekening, we horen net al de reserveposities, die blijven onze fractie verbazen. Volgens mij hebben we het ook ieder jaar weer over, de reserve en de BOH. En volgens mij, en ik sprak net al even meneer Stelpstra over, is er al eens een besluit genomen dat in de BOH geen reserves zouden worden gevormd. Maar dat weet ik niet zeker, dus vandaar de vraag, is dat zo? En anders de vraag, waarom toch deze reserves en zou je daar niet zonder kunnen? Maar verder, ter zake de jaarrekening wil ik mij onthouden van verder commentaar. En ik probeer mij ook te onthouden over een algehele mening ter zake de BOH en het te houden op cijfers. Dan brengt mij toch even bij hetzelfde punt als vorig jaar. Het gaat over de begroting dan, voorzitter. Het gaat over personeel van derden. Ik hoor net al wat erover. Wat mij vorig jaar verbaasde en nu weer blijft verbazen is de begroting en de uitvoering. Want u begroot dat telkens op zo'n ongeveer 10% van het totaal van baten. Dat is zo om bij de 3 miljoen. En u komt ieder jaar uit zo tegen de 9 miljoen. Dat is niet een kleine overschrijding, dat is een overschrijding van 300%. En die is imposant. Desalniettemin heeft u voor de meerjarenbegroting toch weer daar 3 miljoen in staan. Dus graag een vraag, waar komt dat vandaan? Is dat bedrag niet heel erg groot? Want een 26% aan personeel van derden van de totale uitgaven die u heeft, dat vinden wij toch aanzienlijk. En daaraan mag u dan koppelen de antwoord wat ik zag op een technische vraag. Dat betrof namelijk dat u 108 vacatures had uitstaan binnen de BOH. Nou, kan ik me dat bijna niet voorstellen. Alhoewel, als je dan ziet hoeveel aan derden ingehuurd wordt, dan zou het weer logisch zijn. Maar dat brengt toch eigenlijk bij de vraag of die BOH wel helemaal in controle is. Dat was de vraag vorig jaar en dat is eigenlijk de vraag die ik nu wil stellen. Maar toch echt hele specifieke aandacht voor personeel van derden. En tenslotte, las ik nog ergens, dan moet ik even bladeren.
dat ook de huisvesting niet afdoende was. En lees dan dat de mensen weggaan naar het ROC en dat in Ommen het nodige moet gebeuren aan het gemeentehuis. Nou, ik hoop toch dat u zo wijs bent om niet mensen uit het ROC weg te halen om daar vervolgens allerlei noodmaatregelen te gaan treffen en vervolgens weer iets nieuw te gaan bouwen. Want stenen, dat lijkt mij voor de BOH in ieder geval niet de juiste oplossing. Dat, voorzitter, in de eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gelling. Dan ga ik naar aanwijzing van de heer Boersma naar de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Het weerstandsvermogen is net al aan de orde geweest. Wij brengen dat eigenlijk ieder jaar in sprake. Er wordt zowel in de jaarrekening als in de begroting wordt gesproken dat het weerstandsvermogen 1 miljoen moet zijn en dat er nu maar 6 ton is en dat dat ons wenselijk is. Nou, wij als ChristenUnie-fractie zouden graag een zienswijze hierop willen indienen, dat wij het wel wenselijk vinden, dat daar een kleine reserve wordt aangehouden en dat wij ten alle tijde bereid zijn eventuele verliezen dan wat tekorten, minst redelijk natuurlijk, aan te vullen. En wellicht zijn er de andere fracties die deze zienswijze kunnen ondersteunen. Dan lazen we in het jaarverslag dat het ziekteverzuim toch boven de 4,5% is. Dat baart ons wel enige zorgen. En we zijn benieuwd, even op hoofdlijnen, welke maatregelen men hiervoor gaat nemen. Dan ten aanzien van de begroting van de BOA. Op aangeven van mijn fractiecollega Tjalle ter Stegen. Een vraag over de privacywetgeving. In mei 2018 wordt de algemene verordening gegevensbescherming wordt ingesteld. Dat is best wel een grote wijziging voor de overheid. En we zijn benieuwd, we hebben daar niks over kunnen lezen, of daar bedragen voor beschikbaar zijn en of men daarop aan het acteren is. En als laatste punt, in de begroting, ja, daar worden speerpunten genoemd voor de BOH, alleen die zijn er niet, die komen later nog. En we zijn even benieuwd wanneer die komen en hoe wij die krijgen te zien. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stelpstra. Dan ga ik naar de heer Togger. Dank u wel, voorzitter. Uit de overgelegde stukken en beantwoording van de technische vragen komt een beeld naar voren dat de bezuinigingsdoelstellingen zijn gehaald. Dat is mooi. En het aantal medewerkers boven formatief nagenoeg weg is. Dat is ook mooi. In elk geval dat die bovenformatieve ruimte in 2017 weggewerkt zal zijn. Dat als uitvloeisel van de door te voeren bezuinigingen. Allemaal prima. Als gemeente namelijk hebben we veel geld beschikbaar gesteld om deze bezuinigingen te realiseren. Voor Hardenberg gaat het, en dan verwijs ik maar even naar onze begroting in 2014, om 3,4 miljoen aan frictiekosten, bijna 6 ton aan kwaliteitsbudget en bijna 1,5 ton aan een mobiliteitsfunctionaris. Als je dat snel uitrekent, zit dat ruim boven de 4 miljoen. En dat zit zelfs boven. En daar komt dus nog de bijdrage van Ommen bij. Bij de jaarrekening 2015, ik kom iets dichterbij qua tijd, van de BOA hebben we ook nog eens 640.000 euro toegekend voor organisatieontwikkeling. Een bedrag dat toen in een reserve is gestopt. In 2016, zie je het jaarverslag van de BOH, zien we deze reserve van 640.000 toenemen tot bijna 3,9 miljoen. Met name als gevolg, zo lezen wij dat, als niet besteden van die frictiekosten waar ik net op doelde. Het mag na deze lange inleiding wel duidelijk zijn dat wij niet tevreden zijn met de beantwoording van de technische vragen op dit punt. We hebben nog geen beeld waar de resterende budget van 3,9 miljoen aan reserve, organisatieontwikkeling aan besteed gaat worden. Aan besteed moet worden, nu in feite, ik gaf het in mijn inleiding al aan, de organisatie op koers is met haar bezuinigingen, met haar personeelsbeleid. De indruk wordt gewekt dat er als frictiekosten bestemde middelen overgeboekt worden naar de vage reserve organisatieontwikkeling. Graag een reactie van het college en andere partijen hebben daar volgens mij ook al naar gevraagd. Het beeld van de potjesvorming, misschien geen juist beeld, maar het is dan ook aan het college om dat beeld goed in te kleuren als wij dat niet goed zien. Het beeld van de potjesvorming lijkt er ook te zijn bij de reserveautomatisering en de reservetractie. Immers, ook die reserves nemen toe en een duidelijke motivatie ontbreekt nog. Graag een reactie van het college. Voorzitter. Meneer Stelpstra. Ik wou er nog een vraag aan toevoegen.
Ik wist dat deze vragen zouden komen op basis van de technische vragen. Maar de accountant maakte ook een opmerking over met name een organisatieontwikkeling. Dat het hem niet duidelijk is wanneer wat wordt toegevoegd, wanneer wat eruit wordt gehaald. En ik ben even benieuwd wat de reactie van de portefeuillehouder daarop is. Want hij geeft dat wel echt als een aandachtspunt mee. Ga daaraan werken. Dank u wel. En ook dank u wel, meneer Dogger. Ik kijk naar de tafel van het college wie ik het woord mag geven. Ik geef het woord aan de heer Prinsen. Voorzitter, dank u wel. Er zitten een paar grote lijnen, denk ik, in het verhaal. Laat ik beginnen met de reserves. Ja, en als je de reserve, en ik zal hem er even bij zoeken, dan hebben we het over dezelfde, als het goed is. Even snel spieken waar ik mee. Ja, ik heb hem hier staat van reserves en voorzieningen. Als je het hebt over de reserve, dat is denk ik de reserveorganisatieontwikkeling waar nogal veel vragen over zijn. En ja, die benaming van die organisatieontwikkeling, dat dekt niet helemaal de bedoeling van die reserve. Want de reserveorganisatieontwikkeling is de reserveorganisatieontwikkeling inclusief de frictiekosten. Nou, als je weet, en dat hebben we hier eerder voorgelegd, dus ook bij de begroting of bij de rekening is dat als vorig jaar, dacht ik, aan de orde geweest. Ja, als je weet dat er nog ongeveer vijf boventallig zijn. En daarnaast hebben we gekozen voor heel veel natuurlijk verloop. Dus uitloop uit de organisatie voor natuurlijk verloop. Dat hebben we ook eens aangetoond dat dat voordeliger is. Dan op enig moment, voordat mensen eraan toe zijn, zeg ik maar even qua leeftijd, om dan afscheid van mensen te nemen. Dus niet in 2017, zoals de heer Dogger beweert, maar volgens mij in 2020 hebben we de formatie op het niveau wat we in 2014 hebben bepaald. Dus die reserve, en daar hebben we ook uw goedkeuring over gekregen om daar een reserve van te maken. Anders moesten we dat elk jaar weer als resultaatbestemming meenemen. Die reserve zit een deel organisatieontwikkeling en de bedragen zijn al genoemd. En het grootste deel, dat is gewoon de frictiepot. Ja, voor boventallig en natuurlijk verloop. Als ik dan kijk naar de algemene reserve, daar zijn in het verleden al heel veel opmerkingen over gemaakt. Wij hebben de opvatting dat het ongeveer 1 miljoen zou moeten zijn als je het risicoprofiel van de BOH bekijkt. 2,5%, om en bij de 2,5% van de begroting. Er zijn al vaker discussies over geweest. Als je die reserve niet in de BOH wil, dan zou het zo kunnen zijn, want de accountant maakt er ook een opmerking over. Die heeft het niet over de hoogte van de reserve, maar wel over de dekking van het risico. Ja, of je neemt hem in de BOH, maar je bent een GR samen met Ommen. Of je neemt hem in je weerstandsvermogen op van de gemeente. Ja, dat zijn ongeveer de smaken die er zijn. Nou, Als u met een zienswijze komt die raadsbreed gesteund wordt en die zegt van nou, een 500.000 vinden wij voldoende, nou dan zie ik dat wel. Maar het is niet zo dat je kunt zeggen van er hoeft niet een weerstandsvermogen te zijn. Het weerstandsvermogen dat moet er zijn. Ja? En hoe groot die dan is, daar kunnen we een hele discussie over hebben. Wij hebben hem op 1 miljoen bepaald, voor een deel door benchmark, voor een deel door onderbouwing. Ja, en of we nemen hem in de BOH, of we nemen hem als afzonderlijke gemeentes in de verhouding zoals wij in de BOH zitten. Meneer Stelstra, voldoende beantwoord zo. Ja, ik kan verder gaan. Nou, volgens mij zijn er ook nog vragen gesteld over, dat gaat over de reserves automatisering en de reservetractie. Dat is een ideaalcomplex, zo hebben we dat opgesteld. Ja, en uit het ideaalcomplex worden dus de vervanging en de nieuwe investeringen worden daaruit gedaan. Ook dat is niet nieuw. Als je het beeld van het ideaalcomplex en misschien zouden we dat nog eens toe kunnen voegen, zodat u daar een iets beter beeld nog bij krijgt. Maar dat hebben we hier ook eerder gehad. En dit is gewoon een reguliere toevoeging, zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. Volgens mij gaat het voor ICT om 5 ton. En voor de tractie weet ik het zo even niet, maar dat zou ik na kunnen zoeken. Maar dat zijn gewoon reserves die wij afgesproken hebben met elkaar. Wat er eigenlijk al nieuw bij is gekomen, dat is de reserve voor voormalig personeel. Daar zijn we gehouden aan en dan de zogenaamde RVU-heffingen, ja, regeling vervroegd uittreden. En daar zul je een van belastingwegen is dat volgens mij, maar dat weet ik niet helemaal exact, maar daar zijn we wel verplicht om een reserve aan te houden, omdat we daar nog heffingen tegemoet kunnen zien. Ja?
dat eventjes over de reserves. Voorzitter, mag ik daar nog een vraag stellen? Meneer Gelling. Want eigenlijk zegt de accountant wat meer specifieker, juist voor die bestemmingsreserves, dat het niet helemaal duidelijk is waarvoor ze nou zijn gevormd, dat het niet helemaal duidelijk is hoe hoog ze zouden moeten zijn, en dat het niet helemaal duidelijk is wanneer ze onttrokken worden, en dat het met name ook niet helemaal duidelijk is wie er welk besluit neemt op welk moment om ze te onttrekken. En ja, dat is, ik bedoel dat aardig, dat straalt u wel een beetje uit, hè? Dat u niet precies weet waar het zit, maar dat ze wel ergens gebruikt gaan worden om nog eens een keer handig voor de dag te komen. En dat is dan net waar het om gaat. Hè? Als je iets hebt met automatisering om daar een reserve voor te vormen, is het natuurlijk wel zaak dat u weet wat u dan gaat betalen, wanneer en hoe hoog het bedrag is. Ja, maar dat geef ik juist aan dat we daar juist dat ideaalcomplex voor hebben opgesteld. En die heb ik zo niet. Maar dan komen we in een Babylonische discussie, want daarvan zegt de accountant, dat begrijp ik wel. Maar dat is nou net niet de bedoeling van van de bestemmingsreserve dat u dat zo doet. Volgens mij zegt de accountant ook iets anders. Die zegt dat als je aan een reserve onttrekt, ja, dat. In ieder geval bij het AB, hè, want het is ook een AB-zaak, dat wel wat scherper en beter gemotiveerd mag zijn. Dat zegt volgens mij de accountant. Ja, en daarvan hebben wij ook gevonden. Maar ook dat is weer een volgens mij, maar ik kan het u wel voorlezen. Hier staat gewoon dat u in de jaarrekening expliciet moet toelichten wat er met de bestemmingsreserve gebeurd is. Ja, volgens mij bedoelen we hetzelfde. Nee, maar dat is niet dat het AB daar iets van, maar dat staat er ook. Dat is voor de vorming van de reserve, maar het is juist voor de besteding, de onttrekking daaraan. Juist. En ook de oorzaak voor het vormen. Hè? Dus dat u zegt van nou, ik maak niet een reserve en we zien wel wanneer we hem nodig hebben. Dat is ook niet de bedoeling van de reserve. Dus nee. Mocht u al een reserve willen, en ik denk dat de discussie is, dat u dan heel expliciet zegt, moet zijn, over 3 jaar hebben we nieuwe iets nodig. Computers. En daarvoor hebben we dit bedrag gereserveerd en dat geven we dan uit. En niet dat er tussentijd allerlei mutaties aan de grondslag liggen, waarvan u later zegt van ja, ik wist niet precies, maar. Het zal wel goed zijn. Dat is wat hier staat. Dus een hele duidelijke reden. Als er al een reserve moet worden gevormd, een duidelijke reden. En wilt u daar een mutatie in doen, een duidelijk besluit en een duidelijke verantwoording in de jaarrekening. Dat is wat er staat hier. Ja, maar daar zijn we het volgens mij wel over eens. En daar hebben we ook aangegeven dat we dat vanuit de BOH als DBAB. Dat is ook een van de verbeterpunten die we voor volgend jaar op willen pakken. Of voor dit jaar of vanaf nu op willen pakken. Het is maar hoe je het wilt benoemen. Meneer Stelpstra, een aanvulling daarop. Ja, dank u wel. Kijk, de heer Gelling heeft in die zin groot gelijk. Maar als je kijkt naar de toelichting, dan zie je dat de accountant het met name over de reserve organisatieontwikkeling heeft. Ja. En ja, die beantwoording is mij ook nog niet even duidelijk gebleken van hey, wat gaat u daar nu aan doen? Gaat u dat oppakken? Ja, volgens mij heb ik dat al toegegeven, voorzitter. Volgens mij heb ik al aangegeven dat dit punt wat de accountant aangeeft, dat voor ons een verbeterpunt is en dat we daar binnen de BOH aandacht voor zullen hebben. Dat gaan we dus oppakken. Ja? Voorzitter, mag ik er even op meneer Dag aanhaken? Want de wethouder is wel erg makkelijk om het allemaal weer vooruit te schuiven. Want wat we constateren is een hele hoge reserve eind 2016. En in beantwoording van de vragen die wij daar ook over gesteld hebben, geeft het college als antwoord onderbouwde uitgaven voor frictiekosten en organisatieontwikkeling zijn op dit moment voorzien om te worden gedekt door de reserveorganisatieontwikkeling. Dan is mijn hele simpele vraag van, laat die onderbouwde uitgaven voor die 3,8 miljoen aan reserve, laat die dan maar even aan de raad zien, zodat wij inderdaad ook de afweging kunnen maken van, wordt die nu gepot of zijn die dus echt uitgaven die hier tegenover staan de komende jaren? Ja, voorzitter. Ik vind het een hele mooie opmerking van de fractie van CDA. Maar we hebben vorig jaar, vorig jaar toen we het besluit genomen hebben dat we niet van 2014 tot en met 2017 zou werken met die frictiepot, ja, met die reserve, maar van 2014 tot en met 2020, hebben we op basis van de concrete gevallen hebben we helemaal het verloop laten zien. Ja, hebben we het verloop laten zien hoe die frictiepot zich zal ontwikkelen. Het deel wat lastiger is om dat helemaal exact te duiden, dat is dat deeltje organisatieontwikkeling, want soms loopt dat net over jaargrenzen enzovoort in. Maar we hebben voor die frictiepot hebben een hele opzet gemaakt, die heeft u gewoon gehad in het verleden. Dan kunt u hem gewoon nog morgen al naar ons toesturen. Voorzitter. Nou goed, dat ga ik ook met graagte doen. Ik hoor een toezegging van de wethouder en dan geef ik nu het woord aan de heer Stelpstra. Ja, ik ben dan ook even benieuwd of de accountant dat heeft gezien. Vast. Ja, want hij geeft toch heel duidelijk aan, en dan hebben we het over dat potje, dat hij adviseert explicieter toe te lichten en duidelijke spelregels af te spreken omtrent tussentijdse evaluatie.
van de bestemmingsreserves en de periode waarbinnen de middelen mogen worden ingezet. Ja, dus maar, daaruit maak ik op dat hij daarvan geen kennis heeft. Nou, volgens mij bedoelt u ook dat we nog beter, ook uit andere reserves, maar ook uit deze, moeten motiveren en moeten aangeven. En dat zit voornamelijk ook in het organisatiedeel. In het frictiedeel, dat is vastgelegd in overeenkomsten die er zijn gesloten met personeelsleden die op enig moment afscheid nemen van deze organisatie. Maar goed, laat ik het samenvatten met u krijgt van ons, van mij, te zien hoe die reserve eruit ziet. Hoe het verloop van die reserve is ja, tot 2020. Tot en met 2020 is het volgens mij. Volgens mij is dat een kwestie van het overzicht van vorig jaar geactualiseerd. Er zal vast een index op zitten. Ja, kunnen we aan u doen toekomen en dat kan wat mij betreft gewoon bij het verslag. Ja? Ik kijk ook even naar de tribune. Dat gaat lukken op die korte termijn? Ja, hè? Mooi. Goed. Gaat u door. Ja, personeel derden. Dat is inderdaad een significant bedrag. Een van de dingen die er ook in zit is dat wij bepaalde vacatureruimte heel vaak niet meteen opvullen met een structurele inzet. Maar eerst met af een detachering. Af tijdelijk via een bureau. En ik wil nog even nalaten zoeken, want mijn zin ziet, en ik kijk eventjes naar de tribune, volgens mij zit er ook een deel van het LARCOM-personeel zit daar ook in verantwoord, in die 9 miljoen. Wordt even nagezocht? Ja? Oké. Okay. Maar in ieder geval een groot deel van het personeel wat we nodig hebben en we van buiten halen, wordt niet meteen aangesteld. Dat zijn vaak tijdelijke contracten voor een x-aantal jaren, terwijl we die formatieruimte eigenlijk wel hebben. En dan kiezen we er toch voor om met tijdelijk personeel dat voor eerst op te vullen. We zijn ook wel een beetje voorzichtig geworden om wat een grotere flexibele schil te hebben. Maar het verschil tussen 3 en 9, dat is wel een heel groot verschil. Daar ben ik met u eens. Meneer Genee. Mag ik daar reageren? Want we hebben dezelfde discussie vorig jaar gehad. Ja. Hè? Toen dacht u ook dat de LARCOM was, dat bleek toen achteraf niet zo te zijn. Maar waar het om gaat is dat als dat zo structureel is, hè, als dat ieder jaar weer die overschrijding is, dan zou u het toch goed aan doen om die in ieder geval in de begroting mee te nemen. En dat doet u niet. En wat mij dan verbaast, maar dat krijg ik misschien later graag eens een mailtje over, is hoe dan toch uiteindelijk met zo'n overschrijding van meer dan 6 miljoen het eindresultaat nagenoeg hetzelfde blijft. Dat is miraculeus. Maar in ieder geval zou het mij wel plezieren als we deze discussie niet ieder jaar hebben en dat u toch eens kijkt naar hoe consequent de inhuur derden is en dat u dat ook toch meeneemt in uw meerjarenbegroting. Want voor de komende jaren begroot u weer gewoon 10% of 3 miljoen. En dat heeft u de afgelopen jaren dus met 6 miljoen overschreden. Wat vraagt u nu aan mij? Nou, of u dat nog eens na wil kijken en of dan de begroting zoals die hier ligt, als dat zo structureel blijkt te zijn, of die wel klopt. Ja. Ik kom daarop terug, eventjes met een terugblik van wat is nou die 9 miljoen. Kunnen we dat nader duiden dan alleen dat we heel veel tijdelijk in hebben gehuurd? Daar zal ik even wat nader onderzoek naar laten doen. Ook even een duidelijk antwoord op, is het wel of niet een deel LARCOM. En over de begroting. Als u zegt van, u moet daar een bijstelling op plegen omdat u. Maar dan moeten we dat wel eerst zelf even onderbouwen. En ik zal proberen daar een onderbouwing voor te vinden voordat we over 14 dagen hier een definitief iets van vinden. Ja, geloof ik wel, over 14 dagen komen we erop terug of niet. Of is het alleen de oriënterende ronde? Dat vraag ik mee vanaf. Kom terug, oké. Okay. Ik kijk even verder. Ja, de huisvesting. De huisvesting over het LOC hebben we een besluit genomen. Ja, we hebben een besluit genomen dat we daar vanuit een bepaald thema willen gaan werken. De verantwoordelijkheden en hoe die komen te liggen. En de bedoeling is om uiteindelijk van 3 naar 2 locaties te komen voor de bestuursdienst om een Hardenberg. Ja, en de 2 locaties zijn deze locatie en de locatie in Ommen. Maar we gaan geen nieuwe gebouwen zetten of zo. Dat is niet de bedoeling. Maar zo hier en daar moet er natuurlijk wel wat worden aangepast om de ruimtes geschikt te krijgen voor onze medewerkers. Even kijken. Privacywetgeving. Dat komt terug in de kadernota. Ja, daar zullen we in de kadernota op terugkomen. Dat is een behoorlijke operatie, ben ik met de heer Stelpstra eens. En volgens mij doen we er nu al met incidentele middelen vandaan, maar in de kadernota zullen we daar uitgebreider op terugkomen. Hoe we denken dat traject, die hele privacy, hoe we dat gaan regelen. Ik kijk even. Volgens mij heb ik
het verhaal wel gehad. Ziekteverzuim. Ja, ik ben financieel portefeuillehouder van de BOH, dus ik weet inhoudelijk niet hoe het nou exact zit met het ziekteverzuim. Ik kijk ook even. Oké, ik hoor net, u heeft het misschien ook gehoord, dat het niet verontrustend hoog is. En dat is ook het signaal wat de bedrijfsarts bij de besprekingen met het management aangeeft. Het heeft onze aandacht. Prachtig, prachtig. En nog even de speerpunten. Komen later dit jaar. Voorzitter, ik heb nog één vraag voor de portefeuillehouder die volgens mij nog niet beantwoord is. Wellicht dat de portefeuillehouder nog even kan blijven staan en dat u de vraag nog kunt herhalen. Ja, dat is met name de verschillen die te zien zijn aan de batenzijde. Van met name voorgaand jaar en de komende jaren. Ik zie dat de vraag nog even uitgezocht wordt. Correct hoor ik. We gaan hetzelfde doen vanavond geloof ik. We laten ons veelvuldig souffleren. Voorzitter, ik kijk naar de baten van de begroting 2016, 47, 45 miljoen en 46 miljoen. Oh, sorry, ja. Nou, ik zou het zo niet weten. Kom ik op terug. Doet de heer Mulder, voorzitter, als ik even mag, op de daling van de baten 2017 ten opzichte van 2016? Ik doel op de getallen die hier bij de baten staan en waar de verschillen uit voortkomen. Wordt dat niet verklaard, en goed, de wethouder geeft aan dit uitzoek, maar wordt dat gewoon niet verklaard door de extra bijdrage die wij in 2016 hebben gedaan als frictiekosten, die vervallen met ingang van 2017? Dat is als u dat zegt, maar ik ga ervan uit dat de portefeuillehouder erop komt. Ik zal ervoor zorgen dat daar een reactie op komt. Oké, het wordt uitgezocht en u krijgt een nader bericht over. Helder. Goed, ik kijk even naar de tafel achter mij of er nog anderen zijn die een toelichting willen geven. En volgens mij hebben we de vragen allemaal gehad, als ik het goed bijgehouden heb. En dan kijk ik rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Dat is naar de schijnbeweging van de heer Stijlstra toch het geval bij de heer Dogger. En dan geef ik het woord aan de heer Dogger. Dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats een reactie op de vraag van de heer Stijlstra over de reserve. En ook gehoord de beantwoording van het college dat die eigenlijk ook wel daarmee kan instemmen. Denk ik dat we dat maar door moeten zetten. Wij kunnen ons daar ook wel in vinden. Je zou je zelfs af kunnen vragen of die niet nog lager kan. Als je kijkt naar vergelijkende organisaties. Maar goed, laten we in elk geval maar eens gaan focussen op die 5 ton. In deze tweede termijn is, het werd net al even aangekaart, de verhuizing, laat ik het zo maar zeggen, van de ambtelijke organisatie uit het LOC naar Ommen, of in elk geval naar 2 locaties, waarbij ook de opmerking is gemaakt dat er dus geïnvesteerd zou moeten worden in Ommen. En dat brengt bij ons de vraag met zich mee. Volgens mij is bij de opstart van de BOH toch het besluit genomen dat wat betreft het onroerend goed de inbrengende gemeenten daar verantwoordelijk voor blijven. Met andere woorden, is het dan ook niet zo dat als daar geïnvesteerd zou moeten worden in het gemeentehuis van Ommen, dat het ook voor rekening van de gemeente Ommen komt. Want het is tenslotte ook hun pand, wat ook een waardevermeerdering waarschijnlijk krijgt als je daar gaat investeren. Kijk naar de portefeuillehouder. Klopt. We hebben dat tenminste goed vast liggen. Bij deze. Goed. Dan ben ik aangekomen bij, om u de vraag voor te leggen, maar daar weet ik het antwoord al op, dat dit als een bespreekstuk doorgaat naar de Raad. Nogmaals bedankt voor uw bijdrage. Ik ga daarmee naar agenda punt 7, dat is de rondvraag. En ik kijk of u daar nog iets voor heeft. Ik zie dat niet het geval is, dan zijn we aangekomen bij de sluiting. En wil ik u hartelijk danken voor uw bijdrage vanavond. Dank u wel en tot ziens.